Daar zijn we dan! Daar zijn we dan! <laughs> met het EK Bralstars! Let's go! Oh, wat wordt dit nice! Wat wordt dit nice! <laughs> ik zie dat de hele chat al losgaat met allemaal Belgen en Nederlanders. <laughs> Ook natuurlijk dikke shout-out aan alle Belgen. Ook al ben ik nu wel een beetje voor Nederland. Want uh, het is dikke toeval. De Belgen en de Nederlanders zitten bij elkaar in de pool. Dus we moeten meteen tegen elkaar. Vandaag is de groepsfase. Morgen zijn de finales. Maar ja, eh, per groep gaat er één door naar de finale. Of met heel veel massel, dat leg ik zo meteen uit. Kan Nederland ook naar de finale gaan zonder dat we de groep winnen? En voor de Belgen wordt dat iets lastiger. Maar dat leg ik zo meteen allemaal uit. Heeft allemaal te, te maken met de winrate van de, zeg maar, het toernooi in Brussels waar iedereen aan mee kon doen. <laughs> Laat ik zo meteen even in beeld komen. Maar uh, super vet! Uh, voor mij is het ook een keertje heel wat anders. Ik heb allemaal designs gekregen. Um, van zeg maar Brawl Stars. Van officieel Brawl Stars. Waardoor ik dit nu zo, zeg maar zo eruit heb zien zoals het er nu uitziet. Ik, zie het, ik vind het er echt heel vet uitzien. En zo meteen komen de matches in beeld. En dan gaan we dus officieel naar het EK Brawl Stars kijken. Um, ik zal trouwens even meteen vertellen in welke pool wij zitten. En welke groep wij zitten. Wij zitten in groep 6. En in groep 6 zit Nederland, België. Dat heb ik dus al verteld. En uh, Zwitserland en Oekraïne zitten ook in deze groep. Dat zijn de vier landen waarbij wij in het, de groep zitten. En het Nederlandse team dat zich heeft kwalificeert. Voor degenen die dat nog niet wisten. Zijn Mr. Fish, Karel en Suggersnot. Nou, dat is een enorm goed team. Dus <laughs> ik heb er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar daar gaan we achter komen. Um, en het leuke is, is dat meteen de allereerste game. Die zeg maar... Um, nou, eerst heb je Oekraïne en Zwitserland. Maar dan daarna heb je meteen België en Nederland die tegen elkaar moeten. Dus dat is wel heel vet. Dat is wel echt heel vet. Dat zit er dus allemaal aan te komen. En uh, trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. Zou erg gewaardeerd worden. En uh, vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Want stel Nederland gaat door naar de finales. Dan wil je morgen er natuurlijk wel bij zijn. Als we, als we die finales gaan spelen. Dan heb je trouwens nog wel... Er gaan acht teams door naar de finales. Dus dan heb je eerst nog kwartfinale, daarna halffinale en dan een echte finale. Maar dat komt morgen. Laten we eerst maar eens die groepsfase doorkomen. En er is helaas geen mogelijkheid dat België en Nederland doorgaat. Ik heb alle scenario's heb ik, uh, gekeken. En dat is helaas niet mogelijk. Dus dat is wel een beetje jammer. Echt, de hele chat gaat los. Ik vind het echt vet voor Belgen trouwens. <laughs> Lekker man, oké, okay, we gaan het allemaal zien Maar eh, ik zal het even laten zien hoe het kan dat, het, dat Nederland en België niet allebei door kan gaan Ik heb hier even een schermafbeelding Kijk, um, dit is de winrate nee, Dit was zeg maar van het toernooi Op de basis hiervan kan je je ook kwalificeren voor de finale zonder dat je eerste wordt van je pool Bijvoorbeeld, uh, Engeland is eerste in de, zeg maar, winrate en Spanje ook. Dus die zijn sowieso door naar de finales. Maar als ze een eerste worden van hun groep, gaan ze ook door. En je kan natuurlijk niet dubbel doorgaan. Dus stel, Engeland en Spanje worden eerste in hun groep, dan, ver, dan gaan die plekjes verschuiven. Dus dan gaan Zwitserland en Duitsland meteen door naar de finales zonder dat ze de groep hoeven te winnen. Dus stel, de top 4, die wint allemaal de groep en dan gaat Nederland alsnog naar de finale zonder dat ze de groep hoeven te winnen. Dus op die manier werkt het. Maar er is één probleem. <laughs> Ik zal het uitleggen. Engeland en Spanje zitten in dezelfde groep. Dus één daarvan kan winnen. Dus dan eentje gaat... Die kan niet eerste worden. Dus dan heb je al één plekje daar minder. Um, groep 6. Zwitserland, die zit staat nummer 3. Die zit bij ons in de groep. Dus dan moet Zwitserland eigenlijk eerste worden. En dan heb je Duitsland, die zit in groep 3. Die moet dan ook nog eerste worden. En als dat allemaal gebeurt, dan gaat Sp Spanje of Engeland gaat dan door naar de finales en dan eventueel Nederland. Maar die kans is... Inimini mini klein. En als België eerst wordt in onze groep, dan kan Nederland niet meer doorgaan. Want dan gaat namelijk Zwitserland door. Dus het is een beetje vaag allemaal. Maar uh, ik heb het helemaal zo uitgerekend. En op deze manier werkt het dus. Ja, en uh, op deze manier kunnen we heel misschien, als we niet eerst worden, toch nog doorgaan. Maar ja, uh, dat zien we wel, dat zien we wel. Ja, maar ik ga er eigenlijk niet van uit dat dat gaat, gebe ge gaat gebeuren. Jack zegt, België, kom aan, winnen. Nederland, boe. <laughs> dat is wel weer jammer, hè. Weet je, ik support de Belgen nog wel. Mocht, mocht zeg maar, Nederland niet doorgaan, dan ben ik sowieso voor België in de finales. Eh, uh, G... TJ, dankjewel voor je 1 euro donatie. Ik zie hem nu. Ik heb trouwens donatie in het scherm heb ik uitgezet. Dus dat zie je niet. Ik zie je donaties nog wel gewoon binnenkomen. Maar ik heb ze zeg maar in het scherm heb ik uitgezet. Dus mocht je afvragen, dan uh, is dat het. Dan uh, doet hij het niet. Maar uh, het is eigenlijk heel eventjes geduld hebben. Ik zit nu ook in het Discord. En dan zien jullie zo meteen alles. Zeg maar, ondertussen wordt backstage alles geregeld. In principe... Gaat zometeen de match beginnen. Jullie zien, zeg maar, uh, de scoreborden krijgen jullie ondertussen te zien. Het gaat sowieso heel vet worden. En ik zie ook een enorme discussie opkomen: van friet of patat. <laughs> Jorah, voor wat ben je? De België of Nederland? Uh, ik weet niet of het duidelijk is. Maar ik heb een soort van hoed op en daar staat Holland op. <laughs> en ik heb daar nog een vlag hangen. Uh, hier zo. Ja, ik, ik ben nu een keertje zonder greenscreen. Ik dacht dat was wel leuk, want ik had uh, zeg maar deze designs gekregen van Brawl Stars. Ik dacht, dan moet ik er wel gebruik van maken. En met de greenscreen kan je natuurlijk niet echt gebruik, gebruik van maken. De hele chat gaat vol, vol. Friet, 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 friet. Ja, er zijn toch wel volgens mij meer frietmensen hier dan patatmensen hier. Terwijl dat uh, ik eigenlijk wel een beetje van patat ben. <laughs> sorry, sorry alle frietmensen. Dat, <laughs> uh, dat is een beetje balen. Maar uh, ondertussen zijn, er, uh, zijn we gewoon even aan het wachten. De matches uh, gaan zo beginnen. En uh, dan uh, kunnen we gewoon lekker gaan kijken. En de eerste match is dus tussen Zwitserland en uh, Oekraïne. Dat is dus de eerste match. En die gaan we dus even kijken of wie, wie gaat winnen. En dan ben ik ook benieuwd wat het niveau is van hun. Want we kunnen natuurlijk ook een beetje vergelijken van... Gaat Nederland hiervan winnen? Ik denk... Ja, Nederland heeft echt een goed team. Dus ik denk dat ze wel ver, uh, ver, ver kunnen schoppen. Trouwens, voor alle Belgen. Ik heb ook even gekeken wie in het team van België zitten. Ik uh, ken de Braalster-spelers niet. Maar uh, Wart, Milan en Peppe. Misschien zijn het wel ervaren brasserspelers. spelers Ik weet niet. Misschien staan ze in de top van België. Maar dat durf ik niet zo te zeggen. Want ik... Uh, ja, <laughs> Ik weet dat niet precies Ik kan niet in de ne Belgische leaderboard kijken Dus uh, dat is een beetje jammer blijft maar doorgaan met patat Yo, yo, yo Nederland moet winnen <laughs> ja. ja, daar ben ik nu ook voor Maar mocht Nederland niet winnen, dan ben ik voor de Belgen We doen het op die manier Net zoals met voetbal Gewoon België zeg maar back plan Mocht Nederland het verpesten <laughs> Dan is België back-up-plan Ah, lekker het slokje water ondertussen. Ondertussen zie ik dat er volop gechat wordt. Um, ze zijn met achter de schermen bezig. Zometeen gaan de, de games beginnen. Maar we hebben nog heel even geduld nodig. Misschien kunnen we even een mini Q&A doen ondertussen. Als jullie vragen hebben. Of als jullie denken. Dit, zus, zo. Laat me weten. Voor welk team ben je in voetbal? Ja, dat is ook wel een goeie. Nou, ik zelf woon vlakbij Zwolle. Dus ik vind PEC Zwolle wel een mooie club. En zeg maar, um, in Nederland zelf heb ik niet echt een club waarvan ik denk echt heel nice. Maar Europa-wijs gezien vind ik Liverpool ziek nice. Barcelona, maar dat komt ook door de Nederlandse voetballers. Weet je, ik vind Barcelona heel nice. Ook omdat Frenkie die speelt. Maar Messi, jongen, die is ook zo bizar goed. Ook vanwege Messi. Messi is echt gewoon een legende. <laughs> ja, 100 Heb je een vriendin? Zie ik best wel vaak bij langskomen. Ja, ik heb een vriendin, maar die komt niet in het scherm. Dus uh, <laughs> daar hoeven jullie niet naar te vragen. Um, wie zit in Team Nederland? Ik had het net al verteld, maar ik ga het gewoon nog een keer vertellen. Mr. Fish, Karel, Suggersnot, die zit in het team van Nederland. Ervaren spelers, bekende spelers. Dus. Uh, ik denk dat ze we wel erg ver gaan komen. Ik heb trouwens ook nog allemaal statistieken van hun neergezet. Dat was misschien wel leuk om te weten. Gewoon voor degene. Je scherm is niet zo goed. Nou, de kwaliteit is volgens mij prima. Mijn internet is goed. <laughs> ik zou niet weten waar het dan anders aan ligt. Misschien moet je zelf je instellingen uh, goed neerzetten. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ken je Ronaldo? Oh ja, tuurlijk ken ik Ronaldo. Niet persoonlijk, maar ik ken hem wel. Maar even naar de statistieken van de Nederlandse spelers. Want ik dacht dat is wel even leuk. Ik heb ze even allemaal opgezocht. Um, je hebt natuurlijk Karel Sugarsnot en je hebt Mr. Fish. Dat zijn de Nederlandse spelers. Um, Mr. Fish, daar beginnen we wel mee. Mr. Fish heeft 32.000 versus 3 overwinningen. In zeveel. Zijn record qua trofee is op dit moment 36.000 trofeeën. Valt mee maar. Hij is niet echt aan het pushen voor het trofeeën. En hij heeft in totaal 17 rank. 35 knokkers. Ziek. <laughs> Zoveel. Dat is echt bizar veel. En hij is nummer 15 in Power League. Dus dat is ook wel heel ziek. Zeg maar van Nederland met team staat die 15e. Dus dat is van Mr. Fish. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is Karel. Die heeft 26.000 3 versus 3 overwinningen. Zijn record qua trofee is uh, 35.000. Hij heeft 22 rank level 35. Dus dat is echt insane. En ondertussen zien wij de groep bij langs komen. Ik doe nog even snel, suckersnot. Um, 33.000 3 versus 3 overwinningen. 37.000 trofeeën in totaal. En uh, hij heeft 7 rank level 35. Dus dat is heel ziek. Maar uh, we gaan er. Oh! Coming up! Oh, ik dacht ik. Oké, okay, ik heb ergens fout gekeken. Um, we hebben nog geen Nederland tegen België. Dat komt nog. Zometeen gaan we eerst kijken tegen Oekraïne, tegen Nederland. Daar gaan we eerst naar kijken. Loeie, dankjewel voor je 1-euro-donatie. Of voor je 1-euro-smiley, eigenlijk. Maar uh, dit is dus de pool waarin Nederland speelt. Um, de namen van de teams staan erachter. Dus niet het naam van het land. Maar het is natuurlijk Oekraïne, Zwitserland, België, Nederland. Er zijn nog geen matches gespeeld. Dus uh, ja. Het gaat spannend worden. Het gaat spannend worden. Ik ben wat later. Heb ik wat gemist? Arjen die vraagt dat. Nou, tot nu toe heb je niks gemist. Want uh, we zijn nog een beetje aan het wachten voor de eerste matches. Dat is natuurlijk altijd zo op een moment dat je, zeg maar, zo'n toernooi doet. Het duurt altijd even dat die matches beginnen. Het is niet zo dat je meteen bam de match. dat ze meteen beginnen. Um, het geregel achter de schermen, dat duurt altijd eventjes. Maar we gaan zo meteen beginnen en dan gaan de eerste matches van start. En Nederland gaat meteen beginnen en daarna is België. Ik vind het zo geniaal dat België en Nederland in dezelfde pool zitten. <laughs> Gewoon perfect voor de Nederlandse en Belgische kijkers. Aangezien half België natuurlijk Vlaams is. Vind ik wel baas. Eh. Uh, Blaas. Ik spreek je naam vast niet goed uit, maar dankjewel voor je 1 euro donatie. Joran, wie vind je beter, Ronaldo of Messi? vraagt uh, Sarah. Mm, ik weet niet. Messi heeft betere techniek, maar ik vind Ronaldo, die is gewoon fysiek beter, kan beter koppen en zo. Ik vind Messi technisch beter en dat vind ik mooier om te zien. Dus laat ik het zo zeggen. Dus in dit geval dan Messi, maar niet omdat hij per se beter is. Ze zijn allebei ziek goed. Weinig ga je opnieuw boksen, vraagt Thomas. Nou, ik uh, box ondertussen al een jaar niet meer door corona. Dus uh, op dit moment kan ik niet boksen. Ik zie trouwens ook nog een donatie van Kees. Dankjewel voor je 1 euro donatie. Ja, voetballen kan gelukkig wel weer. Want ik ben onder de 27 en iedereen onder de 27 kan lekker voetballen. Ik heb zaterdag een hoeveelwedstrijd. Lekker man. Dat is wel echt heel nice. Wanneer wordt de giveaway bekendgemaakt? Nou, morgen krijg ik de codes voor de shirts en zo. Dus morgen kan ik zeg maar de winnaars gaan uitzoeken. En dan zal ik verderop ergens zal ik, uh, zeg maar uh, de winnaars echt daadwerkelijk bekend gaan maken. Dus dat komt eraan. Ik denk volgende week, begin volgende week ergens. Nog een donatie van Blasel. <laughs> ja, ik weet echt niet hoe ik je naam goed moet uitspreken. Dankjewel in ieder geval daarvoor. Ik zie het nu, game start Ja, we gaan beginnen uh, Games is live Drie minuten geleden zouden we Drie minuten geleden zei hij dat het zou starten En uh, dus we gaan zo starten Let's go Dan ben ik benieuwd wat Karel, Fish en uh... Oh, hij start nu nog niet Maar als het goed is kan het elk moment gaan starten Want de games, uh, ik kreeg net een bericht Ja, 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 hier gaan we, hier gaan we, hier gaan we Let's go! Kees, nog dankjewel voor je donatie. Ze zijn al begonnen. Karel, Mr. Fitch en Sugar snot staan boven met z'n uh, drieën. Een goed begin, want uh, Suggersnot heeft daar een kill gemaakt. En ze kunnen nu behoorlijk pushen, dus dat is mooi. Karel met zijn zieke gouden skin. Hebben zelfde, ze hebben niet dezelfde comp. Mr. Fitch is namelijk Ruffs. En hun hebben een Nita. Voor de rest hebben ze wel Jesse en meneer P, hetzelfde. Maar ik denk dat het Nederlandse team wel in hun voordeel is. Omdat kolonel Ruffs toch net iets beter is dan. Um... Welke knokken was het nou ook alweer? Nita, Nita natuurlijk. In ieder geval, ik vind Ruffs net wat beter dan Nita. En ze pushen enorm goed. Ja, dit, dit wordt denk ik wel een goal. Want ze kunnen nu al doorpushen. Ah, oh, no, nee, net geen goal, net geen goal. Maar tot nu toe gaan ze erg lekker. Ze hebben volledige controle en ik denk dat dit wel goed gaat komen. Laat me weten in de chat wat jullie denken. Gaat Nederland de eerste game winnen? Um, Karel met schot en hier is al de eerste goal. Ziek, 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 ziek. 1-0 voor Nederland. Het is trouwens best of 5 elke keer. Dus je hebt 5 games. Dus op het moment dat Nederland 3 potjes heeft gewonnen, is deze ronde voor Nederland. Dus niet als ze deze game winnen, dat ze meteen al hebben gewonnen van Oekraïne. Maar ze moeten in totaal 3 games winnen. Maar tot nu toe gaan ze heerlijk. Het is geen heerlijk. Fish, helaas net geen kill. Als hij die kill had kunnen maken, dan was het denk ik gewoon einde vooral geweest. Maar uh, snop, die kan misschien nog die Jesse kill. Oh, die Karel killt hem al. Ze zitten weer volop te pushen. Dit ziet er hartstikke goed uit. Dit ziet hartstikke goed uit. Ga jij zo meteen ook spelen? Vraagt iemand in de chat. Nee, dat kan helaas niet. Want ik ben niet gekwalificeerd. Weet je, dit is het EK bral. Ik heb wel een poging gedaan. Maar uh, het ging niet heel goed. Karel Fish en Suresnod, die staan nog steeds enorm goed te pushen. Misschien. Ja, hij kan nog scoren. Dit was het al. 1-0 voor Nederland. Dus uh, gaat gaat uh, dikke prima. <laughs> gaat mooi. Ik zag trouwens wel dat ze redelijk wat trofee had, uh, hadden, Oekraïne. Dus op zich wel ervaren spelers, heb ik het idee. Maar uh, Nederland 1-0 tegen Oekraïne. En we hebben natuurlijk nog wel wat games te gaan, dus het is niet zeker. Maar de kans is wel heel groot, heel groot dat we gaan winnen. Want ik vond Nederland wel echt een stuk beter dan Oekraïne. En dan is het een prima begin. Dan is het een prima begin. Hè? Het zou mooi zijn trouwens. Als het uiteindelijk Nederland tegen België wordt. Dat Nederland en België eerst en tweede staan. En dat het, daar gaat st dat het daar uiteindelijk tussen gaat strijden. Tussen Nederland en België. Dat zou toch heel vet zijn. <laughs> ondertussen zie ik gewoon het. Er zijn nu zeg maar nieuwe knoksen aan het kiezen. Er is weer een nieuwe map. Dus die wordt op dit moment gekozen. Dat gebeurt ondertussen zeg maar. Dus de volgende game wordt nu momenteel voorbereid. Wie speelt voor België? Vraagt iemand. Ik zal het weer even erbij pakken. Um, wacht, Milan en Peppe. Maar ik ken ze niet persoonlijk. Ik weet niet precies wie ze zijn. Maar ik denk wel dat het ervaren brasser spelers zijn. Want ik zag dat er wel redelijk wat aanmeldingen waren in België. Dus ik denk dat het wel goede spelers zijn. Maar hoe goed, precies, weet ik niet. Weet ik niet. Ik krijg het trouwens ziek warm met dit ding op. <laughs> maar hij is wel thuis. Ik zet hem even iets hoger omhoog, mijn hoofd. Want hij, ik krijg helemaal een warme kop. Maar uh, 1-0 voor Nederland. Ik zie trouwens nog uh, Ingmar. Dankjewel voor je 2 euro donatie. Holland de pot op. Nou jongen. Ik zeg, ook, ik zeg toch ook niet uh, België de pot op. <laughs> nee, maar nu wel. België de pot op, jongen. <laughs> nee joh, ik ben voor België. Maar niet als ze tegen Nederland moeten. Dan ben ik voor Nederland. <laughs> op die manier doen we het. Ik ben echt heel benieuwd hoe die game gaat worden. Nederland tegen België. Ik ben heel benieuwd. Hoe ben jij live? Nou, um, ik heb van uh, Brawl Stars linkjes gekregen. Dus ik kan nu het uh, EK uh, streamen op mijn kanaal. Vandaag. Voor de Nederlandse kijkers. En je hebt allemaal, zeg maar, influencers door Europa heen. Die ze hebben gevraagd om uh, dit toernooi te streamen. Dus uh, op die manier. Game is live, hoor ik en zie ik nu. Dus we gaan zo meteen weer kijken naar de volgende game. Dan ben ik benieuwd of Nederland de volgende game ook gaat winnen. Maar ik denk het wel, ik denk het wel, ik denk het wel. En als het goed is, komt hij zo meteen in beeld. Het loopt altijd ietsjes achter. Niet heel veel. België wint dan sowieso. Hier gaan we trouwens. Um, we gaan kijken naar de volgende wedstrijd. Nederland tegen Oekraïne, deel nummer 2. Ze hebben een kleine aanpassing gedaan. Um, ja, want ze hebben nu een Barley. En ze hebben nu zelf ook gekozen voor Ruffs, namelijk Oekraïne. Karel die is nu Bibi. Mr. Fitch is Poco. En Sugarsnot is um, natuurlijk Mortus. Op zich wel nice dat hij gewoon op dit niveau Mortus speelt. Dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Want Mortus is wel echt een lastige knokker om goed onder de knie te hebben. Ik heb het zelf ook wel eens gezegd in video's. Mortus is echt lastig om te spelen. Goede super van Karel. Waardoor hij gewoon twee kill kills. Nou, één kill maakt en die andere bijna. Die kon vis toen af, verder afmaken. Maar ze pushen iets minder makkelijk als het vorige potje. Vorige potje hadden ze constant druk. Dat hebben ze nu tot nu toe iets minder. Maar toch, toch nog wel meer controle dan wat Oekraïne heeft. Dus dat is mooi. Suggersnot gaat erin. Hij zet ze super in. En ja, oké. Okay, nou, dit was het al 1-0 voor Nederland. Easy. Easy. <laughs> ja, Suggersnot. Joey die zegt dat met een lachen uh, emoji. Ja, ik vind het ook wel. <laughs> het is wel grappig gedaan. Maar uh, Sugarsnot gaat helaas weer dood. Maar eigenlijk moet hij gewoon even zijn super ophalen. Dat moet je eigenlijk standaard doen als mooi zijn zijnde. Gewoon zorgen dat je je super ophaalt. En op het moment dat je je super hebt, dan kan je volop in de aanval. Maar nu moet Nederland wel heel erg uitkijken. Gaat Sugarsnot dit nog verdedigen? Nee, helaas net niet. Deed hij wel goed. Hij uh, deed dat heel tactisch. Proberen van achter naar voren te uh, hitten. Zodat als hij schiet, dat hij dan nog tegen je aankomt. Dan heb je kans sneller dat je hem tegenhoudt. Maar uh, dat lukt helaas niet. Dus dat is jammer. Maar hij heeft nu zijn super. Dus zometeen kan hij in de aanval gaan met zijn super. Karel doet daar een paar goede hits. En Karel, die deed dat hartstikke goed. En nu kan Nederland alsnog de goal maken. En winnen ze ook ronde 2. Dat dacht ik. Maar helaas scoren ze net niet. Ik dacht, die bal kunnen ze zo scoren. Maar helaas is dat niet het geval. Oké, okay, dan wordt het heel spannend. Het staat momenteel 1-1. Als Nederland dit win, heb wint, hebben ze al een matchpoint. Dan hebben ze nog drie games te gaan. En hoeven ze maar één keer te winnen. Maar ja, dan moeten ze wel winnen. En ze staan momenteel niet zo heel goed. Want ze worden weer redelijk naar achteren gepoest. Dus ik vraag me af of dit al goed gaat komen. Maar we gaan blijven kijken natuurlijk. Um, en ze hebben ook niet echt afstandknokkers. Dus ze kunnen ook moeilijk die turret neerhalen van Jesse. En omdat Jesse de hele tijd die turret kan hitten. Blijft die HP hoog van die turret. Waardoor die niet neergaat. Sugar gaat erin. Die gaat nu helaas wel dood. Karel... Die gaat er ook in. Gaat helaas ook dood. Fish is alleen nog levend. Dus die moet in zijn eentje een beetje gaan verdedigen. Doet hij wel goed. Doet hij wel goed. Ze hebben niet kunnen scoren. Maar die super van Jesse is gewoon erg lastig voor het Nederlandse team om te verdedigen. Ze hebben niet de juiste knokkers daarvoor. En ze worden nu wel heel hard teruggepusht. Karel die probeert nog met man en macht te verdedigen. Sukkers nog houdt die bal er nog uit. Maar ik vraag me af of dit nog goed gaat komen. Misschien dat ze proberen hier een gelijkspel uit te halen. Dat zou misschien nog het meest haalbare zijn. Maar wie weet, met een goede aanval zou het ook kunnen. Suggersnot, die enorm goed nu speelt. Die eventjes twee kills achter elkaar maakt. En nu kan het nog wel lukken. Het zou nog kunnen lukken. Nederland nu in de aanval. Karel, die de bal gaat pakken. En die gaat nu het schot wagen, denk ik. Want oh, dat dacht ik. Hij schiet en hij scoort. Ziek! <laughs> no way. Ik dacht echt, Nederland gaat dit verliezen. Nederland staat 2-0 voor. Nederland staat 2-0 voor. Dat is mooi. Dus nog drie games te gaan, maximaal. Maar als Nederland de volgende game wint, is het al voorbij. Dan heeft Nederland de eerste wedstrijd gewonnen tegen Oekraïne. Heel ziek. Heel ziek. Maar we kunnen even kijken hoe de andere landen het doen. Want ik zag net iemand dat Spanje ook had gewonnen. En dat is in principe een goede zaak. Want uh, Spanje is natuurlijk een concurrent als het gaat om de. Ik zal even hier laten zien. Als het gaat om de country win rate, dan staat Spanje natuurlijk tweede. Dus als Spanje nu eerste wordt in een pool, zal heel chill zijn. Welke pool zat Spanje ook alweer? Ik zal eens checken. Spanje zit in groep nummertje 5. Dus daar zit Spanje in. Maar dat is dus interessant om ook een beetje bij te houden, want eventueel mocht Nederland niet eerste worden in de pool, kunnen we altijd nog op die manier doorgaan. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet. Dat, eigenlijk moet je daar niet afhankelijk van willen zijn En Alex, dankjewel Voor je 3 euro donatie Maar je wil niet afhankelijk zijn Van zeg maar uh, De andere teams, want op het moment dat zeg maar, uh, Spanje wel eerste wordt En bijvoorbeeld België Wordt in onze pool eerste, dan kan je al niet meer doorgaan Op de winrate dan, ja, dan, ik heb het aan het begin van de stream uitgelegd. Het ligt best wel ingewikkeld. Maar er is één mogelijkheid. Als, zeg maar, landen op een bepaalde positie eindigen. Um, dan zou het kunnen lukken. <laughs> ja, maar die kans is echt een mini klein. Maar hey, ik zie weer dat de game uh, live is. Dus we gaan zo meteen naar de derde game. En dan gaan we eens kijken. Joran de commentator. zeg <laughs> Ja, dat is een keer wat anders, hè. Ja, normaal gesproken speel ik zelf altijd. Maar nu geef ik een keer commentaar. Mooie goal. Ik ben voor België, maar Provisie had NL. Ja, het was echt een zieke goal. Het was nice gedaan. Ik dacht echt, dit wordt niks meer. Maar SugarSnot deed dat wel echt heel ziek met zijn is. Dat was wel te danken aan SugarSnot. <laughs> Hun hadden allemaal, zeg maar Nederland had knokst voor dichtbij. En ze kwamen er gewoon niet bij in de buurt. Maar tot slot hadden ze toch nog even een hele mooie aanval. Maar de derde game gaat zo meteen beginnen als het goed is. Ja, hier gaan we. Hier gaan we, hier gaan we, hier gaan we. Oké, okay, het is al uh, even een paar seconden bezig. Maar uh, ik zie Mr. Fish is Barley. Um, en de tegenstanders hebben nu voor Bibi, Mortis en Paco gekozen. En ze scoren al heel snel. Wow. Dat ging heel snel. Dus Nederland nu 1-0 achter. Um, Nederland, het is nu een beetje tegenovergesteld als net. Net had zeg maar, het tegenstandersteam uh, een beetje knokken En nu is het gewoon andersom. En Fish die moet dit nu nog zien te verdedigen. Maar dat lukt niet. En het is al voorbij. Het is al voorbij. Wat? No way. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het staat momenteel 2-1. Nog niet zoveel aan de hand. Want dit kan nog steeds goed komen. Maar dit ging wel heel snel verloren. Oké. Okay. Trouwens, er zijn ook bans. Dus mochten jullie afvragen waarom doet deze knokker niet mee of waarom doet die andere knokker niet mee. Dat komt vanwege bans. Bijvoorbeeld de nieuwe knokker toe is geband. En ze kunnen elke ronde zelf ook aangeven welke knokker is geband. Volgens mij voor die map. Dus uh... Vandaar dat je niet elke keer de beste knokkers hebt. Dat ze af en toe moeten wisselen qua komst. Maar uh, dit ging wel heel snel. 2-1 op dit moment. Dus Nederland staat nog voor, maar het gaat, gaat niets minder soepel dan verwacht. Ja, dit ging echt heel snel. Gewoon bam bam, twee goals. Nou, ja, ik zie dat jullie ook een beetje teleurgesteld zijn. Dat ik ben het ook wel een beetje. Dit is wel jammer. Maar hé, hey, het kan natuurlijk allemaal nog helemaal goed komen. Wie weet, wie weet. Zometeen gaan we naar de vierde game. Want we hebben nu nog twee games, maximaal. Daarvan moet Nederland eentje winnen. Dan is het klaar. Dan is het gewoon klaar. Dan is er niks meer aan de hand. Dan hebben we het nergens meer over. Dan hoeft niemand meer te hebben over die los die we hebben gehaald. Ja, maakt dan maakt dat helemaal niks meer uit. Kom op, Nederland. Ja, jongen, ik ben ook voor Nederland. Wanneer ga je vloggen? Nou, voorlopig ga ik nog niet vloggen. Ik ben niet echt te vloggen, ik weet niet. Om dan in het openbaar mezelf te filmen, vo voelt voor mij gewoon niet zo chill. <laughs> ik zit te huilen. Nou, ik hoop dat het niet is vanwege uh, Oekraïne. Ja, misschien, misschien kom je uit Oekraïne. En dan vind je helemaal niet chill dat Nederland heeft gewonnen. Het zou kunnen, hè. Het zou kunnen. Dus voor iedereen die uh, voor Oekraïne is, ja, we staan voor. Dat is weer een mooi pech. 3-1 voor NL. Nee, het staat momenteel 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. We hebben nog heel even geduld nodig. Maar het kan, het kan nog beter worden. Want als we de komende game winnen, staat het 3-1 en we hebben de eerste game gewonnen. Ik doe trouwens even dit ding af, want ik krijg het snackje heet hieronder. <laughs> ja. Ik zei het net al, ik kreeg echt een warme kop. Nou, die kreeg ik nu helemaal. Ik heb, ik heb trouwens ook nog een andere. Deze. Maar die is een beetje klein. Hij zit echt strak op me. Nee, maar we doen gewoon even zonder. We doen even zonder. Zonder. Hier gaan we weer. We gaan weer. Ronde nummer 4. Oké, okay, Nederland moet deze dus winnen. Uh, meneer P, uh, Amber en ze hebben Max. En Nederland heeft. Uh, oeh, best wel goed team. Namelijk 8Bit, Ruffs en uh, Byron. Ik zie nog een, kom, een donatie van M Alex. Dankjewel daarvoor. Maar ik moet nu even focussen op de game. Nederland doet het nu al een stuk beter. Uh, Oekraïne is al redelijk low. Nu ondertussen hebben ze wel weer AP erbij. Maar dit is wel een betere comp wat ze net hadden. Ik weet niet. Net was een comp. In ieder geval, ze hadden gewoon een perfecte counter-Oekraïne. Nee, Nederland kon er gewoon niet zoveel tegen doen. Uh, Mr. Fish, kan die daar een kill maken? Net niet, helaas. Dat is jammer. Maar op zich nog niet zo heel veel aan de hand. Want Karel, Sugersnot, die leven nog. En ondertussen is het gewoon 2 tegen 2. Dus in principe is dat prima. Rust die boost. Uh, fish, die boost uh, Sugersnot. Waardoor hij wat sterker wordt. Dan word je 20% sterker met die super van Rufs. Dat is best wel veel hoor, 20%. Dat scheelt, zeg maar, dat in, in solo showdown of duo showdown zou dat twee krachtpunten betekenen. Nou, en aangezien je in deze game mode dus helemaal geen krachtpunten hebt, is dat best wel heel veel. Je bent gewoon 20% sterker dan je tegenstander. Maar uh, Karel kan die, die meneer P-killen. Oké, okay. nice gedaan van Sugar Snort. Um, die heeft er nog voor gezorgd dat die kill werd gemaakt. En nu staat Nederland er wel heel goed voor. Ik denk dat dit goed moet komen. Dit moet denk ik wel goed komen. Karel, die kan die bal gewoon inlopen. En dat is de 1-0. Oké, okay, nog één goal. En Nederland heeft de eerste game gewonnen. Nog één goal. Dat zou toch wel goed moeten kunnen komen, zou je denken. En stel ze scoren deze niet, um, dan staat het nog 1-1. Maar stel ze winnen deze hele game niet, kunnen ze eventueel nog altijd doorgaan uh, of winnen door de volgende game te winnen. Maar ja, dat hopen we natuurlijk niet dat dat nodig is. Uh, Karel, die kan helaas niet superveel damage doen. Uh, maar hij doet het op zich wel goed. Sugar snort... Die deed dat ook goed. Die ging uh, Karel healen, waardoor hij het wat langer overleefde. En daardoor kon Karel nog wel een kill maken. En misschien dat Nederland nu weer iets meer kan gaan pushen. Uh, want ze zijn nu... Ja, nu kunnen ze sowieso pushen. Het is nu 3 tegen 1. Oké, okay, Karel die deed die teleport om te helpen verdedigen. Dit... Ja, ze hebben nu weer vol HP. Dus dit gaat weer wat beter. Joran zeg eens Johan Nou Johan jij mazzel jongen <laughs> Maar ik ga weer verder concentreren Af en toe ondertussen lees ik even in de chat Maar ze verdedigen gewoon de bal Ze gaan niet meer in de aanval Nog 8 seconden overleven hier in de hoek En dan hebben ze het gehad Wat ze doen is gewoon de bal daar laten liggen En als ze daar naartoe gaan gewoon verdedigen En dat doen ze hartstikke goed En dat is natuurlijk ook een goede tactiek Dus Nederland heeft de eerste wedstrijd gewonnen 3-1 uiteindelijk. Dus Nederland staat nu eerste van de groep. Ja, want het is de eerste game. En Nederland heeft gewonnen. Dus dat is hartstikke mooi dat is hartstikke mooi. Dat is heel nice. Ik zal trouwens even kijken wat er wordt gezet, gezegd. Alles wordt bijgehouden ook hier in de chat. Alles qua wedstrijden en hoeveel het is geëindigd en zo. Het is inderdaad 0-1 geworden. En de matches en zo kan ik hier trouwens ook zien. Maar dat zou ik dus voor de volgende ronde wel even benoemen. Maar zometeen is België aan de beurt. Maar Nederland heeft de eerste wedstrijd gewonnen. Dus dat is nice. Als we de komende twee wedstrijden winnen, zijn we gewoon door naar de finales. En die komen morgen online. Morgen 6 uur. Als Nederland de finale zal, ga ik het ook weer streamen. Waarom doet Eend niet mee? Nou ja, die heeft zich. Of, of hij deed niet mee met het toernooi, of hij heeft zich niet gekwalificeerd. Uiteindelijk mocht er natuurlijk maar één team zich kwalificeren voor heel Nederland. Nou ja, en uiteindelijk uh, is dit team het geworden. Vandaag hetzelfde voor de Belgen. Ja, weet je, je moet gewoon uh, uh, heel goed zijn en zorgen dat je als enige gekwalificeerd en dan ga je door. Maar ik weet niet precies of Eend mee heeft gedaan. Dat weet ik niet precies. Dat heb ik niet bijgehouden. Wie allemaal mede en wie niet. Leaderboard coming in 5 minuten. Oké, okay, over 5 minuten krijgen we een leaderboard te zien. Dus dan kunnen we zien um, dat Nederland inderdaad bovenaan staat. Ze zijn nu alle scores aan het verwerken, in het systeem aan het zetten. En zometeen wordt de leaderboard bijgewerkt. En daarna gaan we richting de tweede game. Maar dat komt natuurlijk met België erbij. Joran, kan jij ook meedoen? Nee, ik kan helaas niet meedoen. Dan had ik uh, in de voorrondes van Nederland had ik moeten winnen. Maar dat ging niet heel goed. Dat ging niet zo goed. Toen hadden we helaas verloren. Als Hira, Eend en Joran meedoen, hadden, jullie, hadden ze sowieso gewonnen. Nou, dan ligt het sowieso aan Hira en Eend en niet aan mij. Want dat zijn inderdaad twee bizar goede spelers. Sammy, dankjewel voor je 1,50 euro donatie. Met, je, met een ijs-emoji. <laughs> het was wel echt mooi weer gisteren, jongen. Dat is echt niet normaal. Alleen vandaag was er nog steeds een mooi zonnetje, maar niet echt meer warm. Wanneer zeg je wie heeft gewonnen bij de giveaway met de PSG skins en PSG shirt? Vraagt Mark. Um, dat ga ik begin volgende week bekendmaken. Morgen kan, krijg ik de koos en kan ik doorgeven wie heeft gewonnen en zo vanaf morgen. Dus uh, vanaf dan uh, zal ik het. Uh... Nou, ik zal het niet meteen bekendmaken, maar ergens in de video van uh, begin volgende week. Maar we gaan even door naar de resultaten. We kunnen even kijken hoe Nederland heeft gespeeld. In de eerste match heeft Nederland 2-0 gewonnen. Dus dat ging vrij goed, 2-0. De volgende match, Sunny Soccer, hebben we 1-2 gewonnen. Ze was al iets spannender, maar hebben we ook nog gewonnen. De derde match ging heel snel, die hebben we 2-0 verloren. En de vierde match, 1-0 gewonnen. Dus uiteindelijk uh, 3-1 gewonnen uiteindelijk qua matches. Dus uh, dat is erg nice, waardoor we dus uh, momenteel eerste staan in de groep. Krijgen jullie zo meteen in het scherm te zien. Ze zijn er achter de schermen mee bezig om alles door te voeren. En dan zo meteen gaan we kijken naar de volgende match. En dat is dan als het goed is België tegen Zwitserland. Dus dan is voor alle Belgen, gaan we naar de Belgen kijken. Eens kijken hoe goed hun zijn. Road to 400.000 abonnees. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een goed idee. Dat vind ik zeker een goed idee. Weet je wat? Ik vind het ondertussen wel even leuk om het even weer uit te leggen. Aan het begin van de stream legde ik het ook al uit. Maar ik leg het nu gewoon even uit voor alle nieuwe kijkers. Um, er is een manier, stel Nederland wordt niet eerst in de pool. Dat Nederland nog steeds door kan gaan naar de finales. Ik zal het even uit gaan leggen. Want je hebt namelijk Engeland en Spanje. Die zitten met z'n tweeën in groep vijf. Eén van die teams moet dan eerste worden. Um, dan gaat de winrate... Zeg maar, oké, okay, ik moet eerst even iets anders uitleggen. De eerste twee teams van winrate gaan door naar de finales. Dus uh, op dit moment is dat Engeland en Spanje. Maar als die eerste worden in de groep, gaan ze sowieso door. Dus dan verschuift de... Dan verschuift het qua landen die doorgaan. Dan hoef je niet eerste te worden. Want stel Spanje, Zwitserland en Duitsland gaan door naar de finales. Dan, gaan vervo dan gaat vervolgens Nederland als dochter door naar de finales. Zonder dat ze eerste hoeven te worden in de groep. Dus het verschuift mee met als de landen eerste worden. Maar Engeland en Spanje zitten dus samen in groep 5. Dus daar kan maar eentje eerste worden. Dus of Spanje of Engeland gaat sowieso door vanwege de win Dan heb je nog Zwitserland in groep 6. Die zit in Nederland. Die moet dan eerste worden. En dan heb je Duitsland in groep 3. En die moet dan ook eerste worden. Als dat gebeurt, maar die kans is echt in de mini klein. Kan het nog zo zijn dat Nederland ook doorgaat zonder eerste te worden in de groep? Maar als België eerste wordt in de groep. dan is Zwitserland sowieso door qua winrate. Dus ja, de kans is echt zo klein dat dat gaat gebeuren. Maar <laughs> ja, ik wou het toch eventjes uitleggen. Stel, mocht het niet goed gaan. dan kunnen we altijd op deze manier nog doorkomen in de finale. Dus. Nou, even uitgelegd. Ik zag trouwens nog een donatie van Nachtwacht Forever. Uh, dankjewel voor je 1,50 euro donatie. En trouwens voor alle nieuwe kijkers. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Het zou nice zijn als we misschien nog de 4 of 5000 likes op deze stream zouden kunnen halen. En over een paar... Uh, als het goed is, kan elk moment de leaderboards in het scherm komen. Dus dan krijgen we een uh, tussenstand te zien. Hoe Nederland ervoor staat. Ga je weer nog een keer met Fud spe of Fud spelen? Dat is natuurlijk op mijn FIFA-bouwskanaal. Volgens mij, of had ik... Ja, ik heb, wel, ik heb de laatste tijd best wel wat uh, fut videos gemaakt. Maar er uh, komen heus wel in de toekomst nog wel eens meer video's van online. Milan is zwaar pro. Dat zij is een uh, Belgische speler. Dat zegt de Tokkie... Tonkie... Tonkies. De Tonkie Tonkies zegt dat. <dacht> um, dat is een van de Belgische spelers. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe mijn profiel eruit ziet. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Je praat heel hard. Uh, moet ik mijn microfoon anders iets verder wegzetten? Dat kan ook altijd. Dat kan natuurlijk altijd. Joran, <laughs> zet je hoed op. Ja, ah, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Okay. Speciaal voor jullie dan. <laughs> Dat mijn hoofd weer helemaal overhit is en dan zo meteen doe ik hem weer af. <laughs> is het lekker water? Oh ja, is het lekker water. Moet je voor de grappes maar zoveel gaan praten als wat ik nu doe? Jongen, dan krijg je vanzelf dorst. Ik heb trouwens iets vet uh, om te laten zien. Moet je opletten, hè? Oh! <laughs> Dit is een... Uh... B zeg maar clash Royale boek. Speciaal van Brawl Stars. Die zegt het ziek, jongen. Het is een clash story. Ik vind hem er echt heel vet uitzien. Het is echt zo'n sprookjesboek. Het is wel grappig om te laten zien. Hij is echt heel brood. Hij is echt heel bruut. <laughs> Ja, Het is allemaal in het Engels. Maar ik dacht het is wel grappig om hem hier even neer te zetten, die doos. Omdat het natuurlijk supercel is. Zo, daar staat hij weer mooi. staat hij mooi in het scherm? <laughs> Ik dacht, eens wel even leuk om te laten zien. Trouwens, vergeet natuurlijk ook niet Super te blijven downloaden. We gaan als een raket in Super -Bowse. Volgens mij hebben we bijna op iOS al 20.000 spelers. En volgens mij op Android ook zoiets. Dus dat is wel ziek. Ik zal wel eens checken. Op dit moment zijn er op iOS. Brum. 19.774 spelers, dus nog bijna de 20.000. Oh ja, de tabel staat in het scherm. <laughs> ik uh, zat even niet op te letten. Nederland heeft inderdaad gewonnen, dus uh, momenteel staat uh, Nederland eerste. De volgende match is inderdaad Zwitserland tegen België, dus ik ben echt benieuwd en dan gaan we ook uh, zien hoe goed uh, Zwitserland is en hoe goed België is, want daar ben ik echt benieuwd naar, want uh, Nederland moet natuurlijk ook nog tegen die beide teams. Dan gaan we achter komen, daar gaan we achter komen. Ik ben natuurlijk voor België in deze, in deze match, 100%. Ik hoop eigenlijk dat zeg maar nu, uh, dat Nederland zo daarna tegen Zwitserland moet. En dat België dan tegen Oekraïne moet. En dan als laatste match, dat Nederland tegen België moet. En dat die match is voor de, zeg maar nummer 1 plek. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, daar heb ik geen invloed op. Maar dat zou toch heel bruut zijn. Dat zou toch heel bruut zijn. Code Boos in de shop. Ja, dat wordt inderdaad gewaardeerd. Gea zegt dat. Ja, dat zou nice zijn. Ik kan ook wel zo doen. Ik krijg van die flapporen. <laughs> ik doe hem weer even af. Ik krijg echt een veel te warme kopje van. Ik kan af. Kijk. Dit kan ook. Dan zet ik hem zo op mijn stoel. Maar nou ja, dan zien jullie hem eigenlijk niet. Maar hey, het idee is leuk. hè. Het idee is leuk. België. Ja, we gaan zo meteen beginnen. Game 2 is live in een paar minuten. En binnen een paar minuten gaan we beginnen met België. Download nu Superbouws. Ja, dat zou heel nice zijn. Dat zou heel nice zijn. Waarom spectate je niet? Nou, dit is toch veel vetter? Bro, dit is gewoon helemaal georganiseerd vanuit Brawl Stars. En dat ik dit mag streamen voor de Nederlandse en Belgische kijkers vind ik wel echt heel vet. Dus nu, dit is gewoon een officiële Brawlstar-stream stream eigenlijk. Waar je gewoon alle designs hebt. Alles is pik en span geregeld. Ik vind het echt heel vet. Ben van België en heb er zoveel zin in. Miro de Jong. Jongen, ik heb er ook zin in. Ik ben echt benieuwd hoe de Belg gaan spelen. Het kan op dit moment elk moment gaan starten. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Zijn trouwens de scores ook al van Spanje en dergelijke erop? Daar kunnen we wel even naar kijken. Want Spanje um, zit in groep 5. Oh, ik zie die scores, zie ik nog niet. Maar als die er online komen, gaan we dat sowieso even in de gaten houden. Want stel Nederland wordt niet de eerste, dan kunnen we op die manier dus altijd nog in de gaten houden of we dan alsnog door kunnen gaan. Dit ga je winnen, Bowser Army. Nou Lars, ik speel niet zelf. <laughs> nee, hopelijk gaat België wel winnen. Ik hoop het ook. En zo meteen komt de grote match natuurlijk. België tegen Nederland. Oioioi, oi, oi. ik denk dan gaat de chat echt los. Want nu gaat de chat al los over um, patat of friet. Dan moet je nagaan hoe, hoe, lo, hoe los de chat gaat op het moment dat het echt uh, gewoon Nederland tegen België is. Dan gaat het niet meer om patat of friet. Dan gaat het of naar de finales of niet. Ja, dan gaat het echt ergens om. Wat is die naam van NL? Ja, 5 uur MM. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Uh, waarom sommige landen al die namen hebben. Sommigen hebben echt van die rare namen waarvan je denkt echt waarom. Maar uh, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Let's go, let's go, let's go. België tegen Zwitserland. Uh, België is boven, die is in het rood. Wart, die wordt nu gekillt. Uh, maar oeh, Milan doet dit heel goed. En daar gaat België al scoren. Dit wordt gewoon de eerste goal van België. <laughs> Ziek! Echt heerlijk gespeeld van Milan. Ik weet dus niet precies hoe hoog, hoe hoog ze zijn. Ik kan niet in het Belgische leaderboard kijken. Dus daar baal ik wel van. Maar dit zag er wel heel goed uit. Meteen een goal. En Milan gaat er meteen weer in. Milan gaat er meteen weer in. Die wordt nu wel gekillt. En nu moet België wel even uitkijken. Want ze worden nu flink teruggepoest. Alleen Chili, Chill Peppe. Zo moet ik zeggen. Chill Peppe. Die staat er als, als enige nog. Rosa. Die kan daar nu iedereen killen. En dit wordt al een goal. Ja, inderdaad. Milan. Die kon nog wel wat hits doen. Dus die heeft nu wel super. En dat is voor Morts erg belangrijk. Maar dit wordt wel erg spannend. Het staat momenteel 1-1. 1-1 tussen België en Zwitserland. Maar wat gaat gebeuren? Oké. Okay, Morts gaat er nu in. Dat doet hij hartstikke goed. En Milan kan nog een keer zijn super inzetten. En maakt helaas geen kills verder. Oké, okay, maar dit kan nog steeds een goal worden. Dit kan nog steeds een goal worden. En dit gaat een goal worden. België gaat de eerste, de eerste game winnen. België wint 1-0 van Zwitserland. He oh nee, 2-0. Oh nee, 2-1. <laughs> Ik moet wel goed zeggen. België heeft gewonnen. Dat betekent dat het nu 1-0 staat voor België. Er zijn, het is best of 5. Dus wie als eerste bij de 3 is, die heeft gewonnen. Dus de Belgen, heel goed begin. Heel goed. Stiekem ben ik voor Zwitserland voor mijn familie, zegt Jurgen. Nou ja, als je familie hebt in Zwitserland, dan snap ik het. Maar <laughs> Belgen, goed gespeeld, goed gespeeld. Dus voor alle Belgen. <laughs> het ging goed jongens, het ging goed. De hele chat gaat ook los met allemaal Belgen. <laughs> ik vind het wel grappig om te zien. Dat is sowieso, volgens mij een kwart of een vijfde van mijn kijkers komen ook uit België. Dat vind ik in principe best wel veel, Dat vind ik best wel veel. Maar de eerste game ging goed. Zometeen is ronde nummertje 2. Dus die gaat zometeen beginnen. Ik zie, ik, ik zie dat die al zometeen gaat beginnen. Dus daar gaan we zometeen naar kijken. Eens kijken wat daar terecht van gaat komen. Of België ook gewoon de tweede kan winnen. Als ze 2-0 voor staan, dat Nederland net ook, dan kan het bijna niet meer fout gaan. Want dan heb je drie games om één keertje te winnen. Dus ik, ja, ze begonnen echt heel goed. Met een comp die ik niet had verwacht. Gewoon Jackie. Op, ja, ik weet niet. Ik had het niet verwacht, maar ze deden het heel goed. Vooral Mortis, die deed dat echt heel goed. Ik denk dat ik zo meteen wel weer een keertje naar de wc moet. Aangezien ik zoveel water drink. Ja, het is nu nog niet hoor. Maar ik denk zo meteen een keertje wel. Ik denk zo meteen wel. Ja, oké. Okay, hier gaan we, hier gaan we, hier gaan we. De volgende match. Match nummertje 2. België heeft nu gekozen voor Amber, uh, Rus en Sandy. Dat is een bizar goed team. En ze kunnen nu al scoren. Milan gaat die bal binnenlopen, inderdaad. 1-0 alweer voor België. Wat? Wat gebeurt er? België gaat echt als een raket. Oké. Okay? Dit zou best wel als een, echt het een toernooi van België-Nederland kunnen worden. Misschien dat Nederland en België gaan strijden voor de eerste plek in de pool. Dat zou heel goed kunnen. Goed ontweken, die Superfantara. Aan de andere kant was die Superfantara ook wel heel slecht geplaatst. Milan zegt ze gadget in, waardoor hij weer vol HP heeft. En nu is uh, Rosa dood. Tara is nu dood. Dan hebben ze alleen nog maar een rusloop. Volgens mij, inderdaad. En die wordt nu ook gekilled. Milan kan nu alweer scoren. En dat is al de 2-0 voor België. België staat momenteel 2-0 voor. Dit gaat echt heel makkelijk. Wat? <laughs> Oké, okay, 2-0 voor België. Dat betekent dat België hoog waarschijnlijk zijn eerste match ook wel gaat winnen. Want ze hebben nu nog drie games. Daarvan moeten ze er nog één winnen. En ze staan nu momenteel 2-0 voor. Dus ah, dit kan haast niet fout gaan. Dat kan gewoon haast niet. Maar daar gaan we zo meteen natuurlijk achterkomen. Want er moet nog één match gespeeld worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nu nog fout zou gaan. Fried! <laughs> ja, vooral de Belgen. Jongen, Fried! Nu, nu, okay, nu, normaal zeg ik patat. Maar nu zeg ik ook F-friet. Gewoon voor de Belgen. Maar dit was wel een zieke game weer voor de Belgen hoor. Trouwens, mocht je nieuw zijn bij de stream. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. We zitten nu op de 3200 likes. Zou nice zijn als we die 4000 aan kunnen tikken. Maar België moet dus nog één game spelen. Ik zie dat ronde 3 nu live is, dus zometeen zal die weer overgeschakeld worden. En dan gaan we naar uh, game nummer 3 kijken. Het loopt ietsjes achter, dus als ik dat te horen krijg, dan duurt het even een minuut, twee minuten voordat ik het dan vervolgens te zien krijg. Maar uh, game nummer 3 gaan we zometeen checken. En dan ben ik benieuwd of België die als België die 3-0 wint, dat is wel echt heel ziek. Ja, dat is wel lijp. Maar we gaan zien. Ze moeten natuurlijk nog wel deze ronde winnen, willen ze 3-0 winnen. En zelf, om eerlijk te zijn, vind ik Zwitserland niet echt een heel goed team. Hoe ik, hoe ik hun nu heb gezien, denk ik. Mwaa. Mwaa. Niet super. Daar kan Nederland ook wel van winnen. En als Nederland ook van Zwitserland wint, dan hebben ze zes punten. En als België ook van Oekraïne wint, hebben die ook zes punten. Dat zou echt heel nice zijn. En dan is het uiteindelijk gewoon de wedstrijd België tegen Nederland. Dabin, Duk, dankjewel voor je 2 euro donatie. Yo Joran, ben een groot fan van je Bowser Army en spin Spider. Ook dankjewel voor je enorme donatie. Maar uh, ik ga nu geconcentreerd weer kijken, want het match is alweer begonnen. Uh, chill Wart, die ging bijna dood. Uh, of was het geen chill Wart? Nee, chill peppen moet ik zeggen. Uh, Mij heeft gelukkig met zijn gadget weer AP erbij kunnen krijgen. Waardoor ze dit nog kunnen verdedigen. En dit gaat helemaal goed komen. Geen idee waarom die amber zo erg aanvallend speelde. Hij had beter de bal weg kunnen schieten en gewoon even defensief kunnen spelen. Mij ging volop de aanval. Waardoor uh, België nu weer in de aanval kan. En dit ziet er weer erg goed uit. Rus die al bijna dood is. Gaat hij gekillt kunnen worden? Dat denk ik wel. Ja, oké. Okay, die is nu inderdaad dood. Dan kunnen ze het misschien nu alweer afmaken. Dit gaat echt bizar goed. Ik wil. Ja, België speelt hartstikke goed. Maar ik moet ook eerlijk zeggen. Dat ik Zwitserland niet super goed vind spelen. Maar misschien zijn er ook niet zo heel veel teams gekwalificeerd in Zwitserland. Hij probeerde het gewoon met een trickshot. Hij probeerde gewoon met een trickshot te scoren. Dat zou ik toch wel heel baas zijn. Maar dat zegt ook wel iets over hoe zelfverzekerd België momenteel is. Ze weten gewoon dat ze dit gaan winnen. En dan probeer je ook met een trickshot te scoren. Zeg maar, je gaat niet proberen met een trickshot te scoren. Op het moment dat je echt heel onzeker speelt en dat het echt een spannende game is. Want dan, wordt het, dan, dan is het gewoon niet tactisch. Oké, okay, Rufs gaat daar dood. Dan hebben we nu nog Rosa en Max. Die Max gaat... Oh nee, die, die Amber bedoel ik. Die Amber gaat nu dood. Ja, inderdaad. Dan denk ik dat er nu gescoord kan worden. Goed gedaan. En inderdaad, er kan gescoord worden. Oké, okay, 1-0 voor België weer. Dus dat betekent dat er nog één keer gescoord moet worden voor België. En dan heeft België ook de eerste match gewonnen. Net, net zoals Nederland. Dus dan staat het 1-1. Dat was niet heel best gedaan van Milan, die is daar nu helaas dood. Maar op zich hebben ze nog steeds controle. En Wart kan misschien die bal gewoon al inscruten. En hij doet het met een trickshot. Zag je dat? Via de muur. Haha, <laughs> dat is wel baas. Oké, okay, uh, Nederland heeft... Uh, oh nee, Nederland. België heeft ook gewoon meteen de eerste match gewonnen. Ne Nederland en België staan er allebei nu erg goed voor. Beiden hun match gewonnen. Dus Nederland staat nu 1. Nee, waarschijnlijk staat België 1. Omdat die nu 3-0 hebben gewonnen. En Nederland heeft 3-1 gewonnen. Die heeft 1 keer verloren. Dus ik denk dat België nu gewoon nummer 1 staat. Dat is wel echt heel ziek. Dus uh, Nederland, België nummer 1, Nederland nummer 2. Dit is toch een mooi begin van het toernooi. Beter kan je het toernooi niet beginnen. Maar wat denken jullie? Wat denken jullie? Wat gaat er terecht van komen? Gaat Nederland door of gaat België door? Wat denken jullie? Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. En we hebben nu weer even een kleine break van vijf uh, minuutjes. Want zo, nu zijn ze de leaderboards aan het bijwerken. Dus zometeen krijgen we een leaderboard te zien met hoe het ervoor staat. En dan gaan we even door naar de volgende games. Nou ben ik benieuwd wat de volgende games gaan worden. Abdonderen met Nederland. <laughs> ik zie een beetje 50-50. Sterker nog, ik zie nog bijna meer Belgen dan Nederlanders. Nederlanders, laat jullie ook eens horen. Want ik zie zoveel Belgen in de chat. Nou, gelukkig ook veel Nederlanders trouwens. Ha, het is een beetje 50-50. Joran, je bent de topper. Ga zo door. Code BOS. Thanks, thanks, thanks. <laughs> ik denk België, zegt Benne. Ik denk dat Benne dan ook uit België komt als hij denkt dat België wint. En ik denk als je voor Nederland bent dat je denkt dat... Ja, ik denk dat er weinig Nederlanders denken dat België doorgaat. En dat er weinig Belgen zijn die denken dat Nederland doorgaat. Sam, dankjewel trouwens voor je 1 euro donatie. Wordt gewaardeerd. Ik zie nu trouwens wel redelijk wat Nederlanders. Ja, de Nederlanders, die hebben, die hebben het gehoord. Die hebben het gehoord. <laughs> met allemaal tulpjes hier nog. Van Vito Wijngaard. Allemaal tulpjes met Nederland. Ja, jongen. Nederland staat wel echt bekend om de tulpjes. <laughs> ja, wel iets Ja, gewoon tulpen. En klompen natuurlijk. En kaas. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Sam, dankjewel voor je 1 euro donatie. Ik zie je donatie nu net binnenkomen. Maar we hebben dus weer even vijf minuutjes geduld nodig. En dan gaan we door naar de volgende game. En dan krijg ik ook een leaderboard te zien. Ik krijg een donatie van 2 euro van Raygel. Um, België, hashtag België, Nederland rijmt op nederlaag. <laughs> Nederland. Nederland, Nederland. Ik vind het niet echt rijmen. <laughs> nee. Zou ik anders een rijmpje verzinnen? Ja, dan moet ik eigenlijk een uh, mooi rijmpje verzinnen. Meloen, meloen, meloen. Nederland wordt kampioen. Hey! <laughs> Kijk, dat is een mooi rijmpje. Rijmen moet altijd op de laatste, zeg maar, laatste letgreep van een woord. Dus als je Nederland wil rijmen, moet je het rijmen met land. En niet met Nederland. Ben je wel bedankt voor je, voor je donatie? Of. Ja, je hebt nog wel meer van die rijmpjes, van meloen, 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 Nederland wordt kampioen. En ja, ik weet ik ken ze ook niet allemaal hoor, maar <laughs> ik ken er wel een paar, ik ken er wel een paar. <laughs> ik zie trouwens nog mensen die vragen wie voor Nederland uitkomen. Um, dat zijn Mr. Fish, Karel en Sugar Snort. Snort moet ik zeggen, ik zeg af en toe snot, maar het is sn Snort. Oké, okay, voor de volgende game matches zijn Jesse en Stu geband. Dat is wel handig om te weten. Dus voor ronde match nummer 3, ronde nummer 3, uh, zijn Jesse en Stu geband. Wat, ja, Stu is gewoon te overpowered. En Jesse is in brawlbal, knokbal, natuurlijk ook een behoorlijk goede knokker. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat die knokkers <laughs> geband worden. Mm -mm. Ik zie zoveel comments, jongen. Dat is echt niet normaal. Nederland, Nederland, Nederland. Ze schuiven België aan de kant. Ja, dat kan. Dan. Ja, die rijpt wel. Die rijpt wel. Laat hem. Jel hier, jel, jel, jel. Op je mel. Die kan ook. Allemaal van die slechte rijpjes. Oh. Die vind ik wel mooi. Hebben jullie nog meer mooie rijpjes? <laughs> specht, 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 België is pauper slecht <laughs> nou, dat is niet, ja, dat, in principe kan je dat ook andersom doen Dat kan je ook met Nederland doen <laughs> Dit is wel echt heel slecht, al die rijmpjes Ja, ik begon ermee, hè Oh, hier, ja, hier is het, hier is het België staat inderdaad nummer 1 boven Nederland um, Maar ze, staan, ze hebben allebei gewonnen Nederland heeft 3-1 gewonnen, België... Uh, 3-0. Ik zal het trouwens zelf ook even bijhouden. Dat vind ik wel chill. Nederland is de game. Uh, 3-1. België. Die heeft 3-0 gewonnen. Yes. De volgende game is trouwens weer België. België moet tegen Oekraïne. Dus daarna heb je Nederland tegen Zwitserland. En daarna hebben we België-Nederland. En dat wordt waarschijnlijk de winnende match. Wie die wint... Is waarschijnlijk groepswinnaar. Dat is wel echt heel ziek. Dus uh, de volgende match wordt weer voor de Belgen. Dus ik ben erg benieuwd. België, België, België. friet. <laughs> Benaan, bedankt, bedankt. Nederland gaat eraan. Ja, dat is er natuurlijk ook eentje. Popoen, popoen, popoen. Nederland is kampioen. <laughs> nou, we zijn nog geen kampioen, maar we worden kampioen. Let maar op, let maar op. Dylan, dankjewel voor je 1 euro donatie. Zie ik nog meer mooie ruimpjes? Jel, 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 Nederland wint wel. Ja, dat is er ook één. bena, bena, bana. Nederland gaat eraan. Hadden we die net ook niet al gehad? Ik zie ook echt heel veel slechte. Kaas, kaas, kaas. België is de baas. <laughs> Boeien, boeien, boeien. Belgen zijn net koeien. <laughs> zijn zoveel slechte. Land, land, land. Nederland speelt zoals Zwitserland. Nou, dat is niet al te best, want Zwitserland speelde heel slecht. Kakoen, kakoen, kakoen. België kampioen. Snoep, snoep, snoep. De Zwitserlanders zijn poep. <laughs> ja. Nou, ze speelden wel echt heel slecht, ja. Ze speelden heel slecht. Jongen, die chat gaat zo snel. Hop, hop, hop. Nederland haalt het zap. Elg, 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 ik ben een Belg. <laughs> zo kan je eigenlijk alles rijmen. Ant, 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 ik kom uit Nederland. <laughs> zo kan je alles rijmen, ja. Joran, ik ben echt benieuwd of Nederland wint, zegt Jan Willem. Ik ben ook echt benieuwd of Nederland gaat winnen. We hebben zo meteen nu de match uh, tegen uh, uh, Oekraïne, België tegen Oekraïne. Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Stel Oekraïne wint. Nee, stel Belg, België wint dat. Dan moet Nederland wel van Zwitserland winnen. Maar ik denk dat dat wel moet gaan lukken. Want ik zag net uh, Zwitserland spelen. Die speelde niet enorm goed. Of België. Ja, België speelde ook heel goed natuurlijk. Maar ik denk dat Nederland daar wel van moet gaan winnen. En dan uiteindelijk is het gewoon België tegen Nederland. Oen, oen, oen. België wordt niet kampioen. <laughs> Je kan zeggen: België wordt kampioen. Je kan ook zeggen: België wordt niet kampioen. Zin, zin, zin. België voor de win. Ja, ik ben natuurlijk nu gewoon voor België, jongens. En dames, natuurlijk ook die kijken. Ik ben gewoon voor België. Helemaal natuurlijk tegen Oekraïne. Ja, als je natuurlijk familie in Oekraïne hebt, of je komt uit Oekraïne, dan snap ik dat je voor Oekraïne, voor Oekraïne bent. Maar ja, ik heb er niet zoveel mee, dus dan ben ik mooi voor België. Pimpampet, jij lijkt op een kroket. <laughs> <laughs> Dit wordt helemaal mooi zo meteen als uh, Nederland tegen België moet. Kijk, we hebben nu al zoveel slechte rijmpjes. Het wordt zo meteen nog veel slechter. Ark, 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 Nederland steekt België met een vork. <laughs> Ja, ik zie er zoveel, maar ik zie ook zoveel slechte. Dus ik zit een beetje te kijken: hé, hey, zie ik nog een goede die ik kan opdoen. Ant, Ant, Ant. België is het beste land. Ja, <laughs> Hebben jullie nog originele? Echt een mooie. Niezen, nieze, niezen. België gaat verliezen. <laughs> zoveel slechte. <laughs> Holland, Holland, Holland. We gaan naar de win. Alex, ik, ik, misschien ligt het aan mij. Maar ik denk ook wel een beetje aan jezelf. Maar ik vind het niet heel rijmen. Dus. <laughs> misschien nog een poging, nog een poging voor Alex. <laughs> echt, echt, echt. België is super slecht. <laughs> nou, ik vond ze net op zich wel redelijk goed. Maar we gaan er echt achter komen als ze natuurlijk tegen echte toppers moeten. Als ze tegen Nederland moeten, jongen. Dan gaat het echt spannend worden. Maar als het goed is, zijn ze nu de derde game aan het klaarzetten. Dus zo meteen gaat de derde game beginnen Oekraïne tegen België. Dus gaan we die checken. Joran Joran Doran. <laughs> schiet schiet. Schiet. België friet. Oh ja, zeker. Oké, okay. <laughs> hoe lang willen jullie trouwens nog doorgaan met die rijpjes? Want ze blijven maar doorkomen. En ondertussen is er ook bijna geen één meer origineel. Maar ze gaan zo snel. Misschien dat er wel originele zijn, maar dat ik ze dan niet zie. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat er wel een paar Nederlandse originele zijn. Hup, hup, hup. België krijgt de cup. Zie ik nog East, East, East. België is beast. Beast. Oei, oei, oei. Het duurt wat langer dan verwacht om eerlijk te zijn. Ik dacht uh, dat de derde game al wel zo zou beginnen. Maar ik zie nog niks. Maar hopelijk uh, gaat het zo gebeuren. We kunnen ondertussen trouwens even kijken of de matches ondertussen zijn geüpdate in groep nummertje 5. Daar zie ik nog niets. Ik kan trouwens ondertussen wel hier eventjes checken. Want ik kan namelijk de scores ook zien. Spanje, hoe heet het Spaanse team? Moet ik eventjes checken. Het Spaanse team heet AC Milan Clash. En het Engelse team heet Final Sport Esport. Eén van die teams moet eerste worden in de groep. Maar ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Maar eens kijken wat die hebben gedaan. Eh. Uh, um. Oké, okay, Engeland heeft uh, gewonnen. En AC Milan Clash ook. Dus de Engelsen. En. Oh, we gaan trouwens beginnen. Ze hebben beide gewonnen. Dus de Engelse en Spa Spaanse spelers hebben, teams hebben gewonnen. Maar uh, we gaan nu even kijken naar de Belgen. Want uh, we moeten weer even kijken of ze gaan winnen. Chili Pepper is uh, Amber. We hebben nog Milan, die is Sandy. En White die is Ruffs. En tot nu toe gaan ze lekker. Ze gaan hartstikke goed, want ik denk. Oh, die bal! No, Ward, die Paas een ongeluk in de voeten van de Elite, waardoor hij zo kon scoren. Ik had het idee dat ze er op zich nog prima voor stonden en dat ze dit nog wel konden verdedigen. Maar helaas, Paas die bal zo in de voeten, waardoor hij uh, zo kan scoren. En dit ziet er niet goed uit, en ik denk dat er nu gescoord kan worden. Ward kan dit niet meer verdedigen, en dit is al de 2-0. België staat 1-0 achter. Maar het is best of 5, dus het kan nog goed komen. Maar dit ging wel eventjes heel snel. Dat is wel balen voor de Belgen. Uh, misschien dat uh, Oekraïne toch niet zo heel slecht is. Ondertussen zagen we een klein, klein foutje. We kregen een scherm te zien van een, weet ik veel, Klopt uh, <laughs> Klopte niet helemaal. Dat is misschien iemand die dat dan organiseert. Maar in ieder geval, België 1-0 achter. Oei. Oei, oei, oei. Zo zo saus. Gebruik de code BAUS. Ja, dat vind ik de beste. Dat vind ik de beste tot nu toe. Maar uh, wel balen voor de Belgen. Uh, die zag ik even niet aankomen zo snel. De vorige ronde speelden ze erg goed. Maar nu staan ze helaas 1-0 achter. Misschien dat Oekraïne ook nog een beter team is dan dat we denken hoor. Maar uh, we gaan erachter komen. Dit is nog maar de eerste match. Dus het kan nog goed komen. Het kan nog goed komen. Op het moment dat België de volkomende matches wint. Dan komt het nog helemaal goed. Dan is er helemaal niks aan de hand. Er wordt ondertussen gewerkt aan de volgende game. Dus zometeen gaan we ronde 2 kijken. Tussen de rondes zo doet het wat minder lang, gelukkig. Dat scheelt. Hop, hop, hop. België is de top. Nou, dan hoop ik dat ze dat even laten zien. Want de ronde hiervoor waren ze niet heel top. Toen gingen ze heel snel eraan. Maar uh, was België niet zo top. Ondertussen zie ik trouwens dat uh, Milaan Clash weer een ronde aan het spelen is. Die staat momenteel alweer 2-0 voor. Dus uh, AC Milan, de Spaanse team, uh, die staat dan uh, momenteel eerst in de groep. En Engeland staat tweede. Dus dat uh, is hartstikke goed. Ferrero, dankjewel voor je 1 euro donatie. Ik zie hem nu binnenkomen. Maar uh, dat betekent dat waarschijnlijk, stel Nederland wordt niet eerst in de pool... Dat ze op een andere manier nog steeds door kunnen gaan. Maar ja, Zwitserland doet het heel slecht. En Zwitserland gaat sowieso niet eerste worden. Dus in principe hoeven we daar niet meer echt naar te kijken. Want Zwitserland gaat geen eerste worden in onze pool. Uh, maar we gaan nu kijken naar de tweede game. Oké, okay, eigenlijk kunnen we die winrate scoren wel opzij uh, leggen. Want dat gaat niet meer goed komen. Maar uh, we gaan door naar de tweede game voor de Belgen. Um, eens kijken of dit wat beter gaat. Milan en Wart en... Chill Peppe. Eens kijken wat ze ervan maken. Um, dit gaat tot nu toe weer niet heel goed. Elite kan nu die bal daar naar voren passen en nu worden ze weer volop uh, naar achteren gepoest. Gelukkig is daar Wart weer, dus die kan nu misschien weer een beetje helpen. Maar ze krijgen niet de grip. Ze blijven naar achteren worden gepoest. Helemaal Bibi doet het echt goed, maar misschien dat ze nu een beetje kunnen aanvallen. Dit deden ze slim. Um, ja, en nu staan ze toch weer heel goed ervoor. Misschien dat ze nu kunnen scoren. Nou, nah, nee, 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 dat gaat niet meer gebeuren Maar ze hebben wel weer even controle teruggevonden uh, Bibi, die gaat nu alleen in volop in de aanval Kilt hij daar? Nee, hij kilt niemand Daar hebben ze mazzel mee Maar nu moeten ze uitkijken voor Daryl Die dat hartstikke goed doet En Bibi kan, nee, Sandy kan ze super neerzetten Maar daar komt Bibi aan en die gaat nu een kill maken En gaat dit een goal worden tegen België? Ik denk het wel, ik denk het wel Ja, inderdaad, dit was een goal of dit, ja en dat betekent dat we momenteel 1-0 8 zijn. Ik zeg we, maar het is eigenlijk België. Maar ik zie mijzelf nu ook al. Vast België. Ik ben gewoon voor de Belgen. Oh jojojo. Het staat momenteel 1-0 voor Oekraïne. Maar gaat België dit nog goed maken? Ik vraag het me af. Hun muur is nu ook meteen weggehaald. Dus dit is gewoon niet een heel lekker begin. Um, ze staan er ook niet lekker voor. Ze kunnen niet zoveel tegen de Bibi. De Bibi gooit ze super erin, waardoor ze allemaal doodgaan. Echt zieke super van Bibi. En nu gaat het denk ik uh, niet meer lukken. Ze kunnen dit niet meer verdedigen. En dat betekent dat de Belgen momenteel 2-0 achter staan. Nog één match voor België. En die. Nou, nou, maximaal drie matches nog. Maar de komende moeten ze winnen. Sterker nog, er zijn nu nog drie matches maximaal. Ze moeten ze alle drie winnen. Als, nee als België geen een van die met, Als er eentje verliezen. dan hebben ze deze ronde verloren. Dus dit wordt wel heel ingewikkeld. voor België om dit nog te winnen. Het ver verbaast me best wel hoe goed Oekraïne eigenlijk is. Want tegen Nederland voelt het wel mee hoe goed ze eruit zagen. Terwijl dan Nederland vrij makkelijk won van de Oekraïne. En als we dat dan weer terug gaan rekenen. dan denk ik dat Nederland heel makkelijk eerste gaat worden. Want dan winnen ze ook van de Belgen. Niet lullig bedoeld richting de Belgen. Maar Nederland won hier best wel makkelijk van. En dan winnen ze helemaal makkelijk van Zwitserland. die er helemaal niks van bakte. En ik denk dat Nederland-Zwitserland hierna gaat plaatsvinden. Maar misschien dat België nog terug kan komen, hè? Dat zou kunnen. Miele zegt: Hop, hop, hop. Joran, zet je hoed op. <laughs> Oké, okay, nou. Oh, ik heb hem hier achter. Ik dacht even dat hij naast me lag. Rico, de gamer, dankjewel voor je 1 euro donatie. Maar uh, vooral de Belgen, ik hoop dat het, goed nog, dat het nog goed gaat komen. En natuurlijk, ook al verliest België dit, kunnen ze nog steeds doorgaan. Dan moeten ze winnen van België. Nee. <laughs> Dan moet België winnen van Nederland. Dan wordt dat de beslissende match. Dus het is niet. Een mega-ramp als ze dit verliezen. Wel een kleine ramp. Want dan moeten ze winnen van Nederland. Dat is dan hun enige kans. Maar dan kan het nog lukken. Dus het is niet zo dat Bel België sowieso niet meer doorgaat als ze dit verliezen. Ik zie dat ronde 3 nu live is. Uh, die zal elk moment in beeld moeten gaan komen. En dan gaan we eens naar ronde 3 kijken. Eens kijken of ze, die, of ze die gaan winnen. Trouwens, ik zie dat we 4000 likes hebben gehaald. Super nice daarvoor. Bedankt allemaal. Maar nu gaan we even kijken naar de Belgen. Want we gaan kijken of ze weer gaan winnen. En wat gaan ze doen? Dat weten we nog niet. Daar gaan we nu achter komen. Um, Milan is Ems. Uh, Chili Peppe, die is uh, Sandy. En dan is Wart meneer P. Ik denk dat ze nu een betere comp hebben. Tegen ook de comp die de tegenstanders hebben. Dus dat is wel chill. Ook al krijgen ze nu wel een de behoorlijke tegenaanval... En ziet dit er eigenlijk helemaal niet zo heel goed uit. Chili Peppe, die kan nog wel een beetje helpen. Dus dat scheelt. Wart probeert die bal nog weg te krijgen. Dat lukt hem ook. Maar gaan ze hier nog uitkomen? Milan probeert die ruffs te raken. Maar dat lukt hem net niet lekker. Waardoor die ruffs best wel wat damage heeft gedaan bij Milan. En al die muurtjes loopt. En aangezien hun meer afstandknokkers hebben... Wordt dit weer een heel pittig potje, denk ik, voor België. Ik vraag me af of dit allemaal goed gaat komen. Maar we gaan erachter komen. Chili Peppe overleeft daar nog maar net... Ze moeten nu die super van Nita neer krijgen, die echt heel irritant is. Die beer is zo belachelijk goed. Helemaal met die shield krijg je hem bijna niet neer. Maar ja, voordat Nita zijn super heeft, moet hij wel heel veel hits doen. Dat is natuurlijk het mindere. Maar België moet deze dus winnen. Als België deze verliest, hebben ze deze ronde verloren. Dus het is wel erg spannend. Um, wie die hem daar neerhaalt. Ik ben benieuwd. Nee, dat gaat niet meer goed komen. België gaat verliezen. In ieder geval, ze staan nu 1-0 achter. En ik heb echt zo'n idee dat dit wel heel moeilijk wordt voor België om dit potje nog te winnen. Ze moeten nu nog twee keer scoren in deze game. Nou, in ieder geval minstens één keer om het nog gelijk te maken. Maar ja, dat gaat wel heel moeilijk. En sterker nog, ze worden eigenlijk weer een beetje teruggepusht. Milan deed daar wel een goede push. Dus dat is mooi. Chili Peppe gaat er helaas geen kill maken. En dan wordt Wart daar waarschijnlijk ook gekillt. En dat betekent dat uh, Oekraïne nu gewoon in de defense gaat. Ze gaan niet eens aanvallen. Ze gaan gewoon voor die 1-0. Dus België moet proberen door te breken. En dan kunnen ze misschien nog een goal maken. Oekraïne gaat niet meer voor die goal. Ze gaan gewoon puur defensief spelen. En dat is vet irritant om tegen te spelen. Dus dit wordt heel ingewikkeld voor België om nog te scoren. Maar misschien dat het ook nog wel gaat lukken, hè? Wie weet, nog 24 seconden. Ze hebben nu een goede push. Ze hebben een goede push. Ze kunnen als die, die bal nu voor. Oh, hij moest naar Chili Pepper pasen. En zij scoort, wordt nog. Oké, okay, het kan nog, het kan nog, het kan nog. 12 seconden te gaan. Dus het wordt sowieso extra tijd. Het zou nog kunnen voor België. Oh, dat had ik niet meer maar goed gespeeld van de Belgen. Ik dacht echt, dit gaat het niet meer worden. Maar niet, ze moeten hierna ook nog twee games winnen. Stel, ze winnen deze, moeten ze hierna nog steeds twee games winnen. Dus ook al winnen ze dit, dan is het nog lang niet gespeeld. Oké, okay, ehm... Um... En ze hebben minder afstandknokkers. En ze zijn nu alle drie lood. Terwijl dat Oekraïne redelijk wat levens heeft nog. Dus dit wordt heel ingewikkeld. En helaas gaat die bal er nu in. Ze hadden net wel wat kills gemaakt. Maar, jammer. Jammer voor de Belgen. Helaas. Ze hebben verloren. Dat betekent dat België nu momenteel waarschijnlijk niet meer. Uh... Eerste staat, nee dat is zeker, staat sowieso niet meer eerste. Maar waarschijnlijk heeft Oekraïne ook België ingehaald. Want Oekraïne heeft nu 3-0 gewonnen van België. Waardoor Oekraïne een betere score heeft dan België. Maar ja, zometeen moet de België nog tegen Nederland. België heeft nu twee matches gespeeld tegen Oekraïne en Zwitserland. Ze moeten nog tegen België. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. Ja, België moet tegen Nederland, zo moet ik het zeggen. Dat is nog de match die eraan zit te komen. Maar de volgende match is Nederland. Dat is Nederland tegen Zwitserland, als het goed is. En toen we keken bij de Belgen die tegen Zwitserland speelden, waren de Zwitsers niet enorm goed. Dus ik denk dat Nederland die wel gaat winnen. En als dat gebeurt, staat Nederland nummer 1. Dan heeft uh, België 1 gewonnen, heeft Oekraïne 1 gewonnen, en dan heeft Nederland 2 gewonnen en Zwitserland dan alles verloren. Dus dat zou heel goed zijn als dat gaat gebeuren. Maar dat gaan we zo meteen zien. Ondertussen worden de scores doorgevoerd. Dus dan krijgen we zo meteen dat allemaal te zien. Maar we hoeven inderdaad niet meer te kijken naar de winrates. Ik zal het even in beeld laten komen. Dan gaan we er toch even een beetje naar kijken. Want dit waren de winrates. Want stel Zwitserland zou eerst worden in deze pool. En Spanje zou ook eerst worden in de pool. En zo zou Nederland doorgaan qua winrate. Maar omdat Zwitserland sowieso niet uh, eerste gaat worden in de pool... Gaat Zwitserland uh, sowieso die winrate krijgen. En stel Engeland of Spanje <laughs> wordt eerste in hun pool. Wat waarschijnlijk gaat gebeuren, want dat zijn twee gezien goede teams. Dan gaat Zwitserland alsnog door naar de finales, terwijl dat ze alles hebben verloren. Dus dan dit slechte team gaat dan naar de finales, omdat hun land als land zijnde... ...wel heel, heeft, heel goed heeft gepresteerd in de PSG Cup, waar iedereen aan mee kon doen. Dat is toch bizar, dat zo'n land dan doorgaat. <laughs> wat? Dat is echt ziek. Maar dus dat betekent dat we nog kans hebben, stel Nederland gaat door naar de finales, dat we gewoon tegen Zwitserland moeten komen in de kwartfinale. Zou wel heel chill zijn, want zoals jullie net zagen, Zwitserland was niet enorm goed. Maar daar, ja, daar kom ik net achter dat Zwitserland waarschijnlijk gewoon doorgaat naar de finales, ondanks dat ze nu heel slecht spelen. We gaan trouwens even kijken naar het scorebord. Uh, België staat nog wel tweede. Maar eigenlijk moet Nederland tweede staan, want ze hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maar de volgende wedstrijd is inderdaad Bel Nederland tegen Zwitserland. Um, of ze kijken naar Doelsaldo, dat ze daar ook naar kijken. Ik denk het wel. En dat daarom België um, tweede staat. Misschien wel, vandaar. Maar in ieder geval, als Nederland de komende wedstrijd wint tegen Zwitserland, waar ik wel van uit ga, dan, <laughs> dan heeft Nederland, of dan staat Nederland eerste. Ik doe mijn muts trouwens weer even af. Ik krijg het weer snikje heet. Ik kan eventjes checken. Leaderboard update is live. Er wordt nu gewerkt aan de volgende ronde, dus uh, op dit moment is Nederland bezig tegen Zwitserland om alles klaar te zetten. En daarna hebben we nog vier games, nog vier games daarna. Oh nee, hierna hebben we nog twee games. Hier, ja, zo heel veel games hebben we niet meer. Uh, we hebben hierna dan hebben we nog Zwitserland tegen Oekraïne. En daarna hebben we ook nog België tegen Nederland. Maar Zwitserland Oekraïne is ook heel interessant, want stel Zwitserland wint van Oekraïne, heeft België grotere kansen om door te gaan, zeg maar. En het zou toch ook nice zijn, stel België wordt niet eerste, dat België dan wel tweede wordt. Is dan meer een troostprijsje, want doorgaan naar de volgende ronde gaan ze dan niet. Maar alsnog, het is toch wel nice. Het is toch wel nice. Zeg ja als je vanaf het begin aan het kijken bent. Ja, ik ben zelf ook wel vanaf het begin aan het kijken. Oh, zeker. Hop, hop, hop. Nederland aan de top. Nou, daar gaan we achter komen. Dan moeten ze nu even winnen. Als ze nu winnen, staan ze aan de top. Maar ik denk dat dat wel goed moet komen. Ik denk het wel. Ik zie dat uh, ronde 4 dat ze daar nu bezig mee zijn. Dus het kan elk moment online komen. En dan gaan we kijken naar de eerste match Nederland tegen Zwitserland. Maar ik denk dat Nederland die wel gaat winnen. En ik, ah, ik heb voel. Ik voel het gewoon dat Nederland eerste gaat worden in de pool. En dan gaan we morgen naar de finales. Ik denk het wel. Ik zie trouwens heel vaak in de chat ja. Dus dikke shout-out naar iedereen die al de hele stream aan het kijken is. Dikke shout-out naar jullie. Rock, rock, rock. Superboos is top. <laughs> Thanks man. Ja, ziek spel. Ik had trouwens inderdaad zo'n superboos rock gemaakt. Ik had het beloofd. Dus ik heb hem ook gemaakt. Ik heb hem vanochtend online gezet. Ik heb er alleen een, niet helemaal een videoclip en zo bij gemaakt. Ik weet niet. Het voelde gewoon niet helemaal chill. Ik had het ook in die video uitgelegd. Maar mocht je hem willen horen. Hij staat in de video van vanochtend. Kan je naar de, naar de stream terugkijken, terugkijken als je hem wil. Roep, roep, roep. Nederland is poep. Nou moet jij eens opletten, Vincent. Zometeen, als we tegen België moeten. Ooi ooi ooi. Zwee zegt. Hoe laat is de finale? Nou, de finale. Is morgen. Vandaag is er geen finale. Um, zeg maar, nu hebben we de voorrondes. Dus nu heb je de groepsfase. Morgen zijn de finales. Dus nu wat je nu ziet in de tabel, dit is de groep van Nederland en België. Um, op dit moment staat België tweede en Nederland derde. Maar Nederland moet nog een match spelen tegen Zwitserland. En die staat onderaan. Als Nederland die wint, staat ze eerste. Maar uh, de nummer 1 van elke groep gaat door naar de volgende ronde. En dan, morgen, krijgen jullie dat te zien. Als Nederland doorgaat, ga ik morgen vanaf 6 uur weer streamen. Ja, zing superboos rock please. <laughs> nee, dat gaan we niet live doen. Nee, <laughs> nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hop, hop, hop. Joran is top. Ah, oh, dankjewel. Dankjewel. Oer, oer, oer dit gedoe boeit me geen ene moer. <laughs> ja, dan moet je niet kijken, dan moet je niet kijken. Shadows die zegt: "Alter, alter, alter. Gameboys, drinkt veel water." <laughs> Oh, ater, ater, ater. Gameboys drinkt veel water, zo moet ik het zeggen. Zo moet ik het zeggen. Ja, nou, moet je maar eens zoveel praten als wat ik nu doe. Gewoon voor, ik ben nu al een uur en een kwartier live. Dan krijg je wel dorst, hoor. Dan krijg je wel dorst. Dan krijg je wel een droge keel. Hop, hop, hop. Joran is top. Dank u wel, dank u wel. Oh, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, jongens en meisjes, dames en heren. We gaan beginnen. Nederland tegen Zwitserland. Uh, Zwitserland die speelde niet heel lekker tegen België. Dus ik heb zo'n voorgevoel dat dit een vrij makje gaat worden voor Nederland. En dit voorgevoel wordt ook al redelijk snel waargemaakt. Want uh, Nederland heeft nu al het hele team van Zwitserland gekild. Ze moeten alleen eventjes wachten totdat ze weer uh, levend worden. Het uh, is echt niet normaal. Ze worden helemaal teruggepoest. Ik heb echt het idee van... Hoe kan Zwitserland dit team hebben gekwalificeerd? <laughs> Blijkbaar zijn er niet heel veel goede teams in Zwitserland. Of hebben er niet heel veel goede teams zich aangemeld. Maar dit team heeft grote kans om door... Sterker nog... Dit team gaat bijna zeker weten door... Naar de volgende ronde. Dat is het bizarre. <laughs> Dat is echt heel bizar. <laughs> Omdat ze zeg maar met de weerreden... Ik heb het al uitgelegd. Heel hoog hebben gescoord als land zijnde. Dus er zitten wel goede spelers in Zwitserland. Maar niet in deze competitie heb ik het idee. Maar ik zeg het nu wel... Maar uh, Nederland staat nog steeds niet uh, voor. Dus ik zit wel te zeggen dat Zwitserland niet heel goed speelt. Terwijl dat ze nu op zich wel goed spelen. Fish die kan hier nog wel verdedigen. Maar Nederland ging nu allemaal in één keer dood. Dus ik dacht, dit gaan ze makkelijk winnen. Maar dat valt toch even tegen. Um, top, die is neer die super van Jesse. Dat is altijd zo irritant zo super. Oké, okay, oh, die super van Karel die wordt helaas gemist. Dus dat is een beetje jammer. Um, Fish die gaat daar nu dood, inderdaad. Die gaat inderdaad dood. Karel, die moet die bal weg zien te krijgen en dat doet hij ook. Goeie hit en misschien dat Sjuggersnot al kan scoren. Hij probeert het gewoon met een trickshot. <laughs> wow, als die had gezeten was hij ziek geweest, maar ah, dat was wel echt heel easy. Maar ze proberen het ook gewoon. Ja, ze proberen het wel, maar als Sjuggersnot op die manier zo'n bal schiet... ...dan weet je gewoon dat ze het niet heel moeilijk vinden, in de match. Maar ja, dat, ze staan nog niet voor, dus ze moeten natuurlijk ook niet... ...te comfortabel worden. Dat ze denken, oh, we winnen deze wel. En dan vervolgens gaan ze gewoon verliezen. Dus ze moeten daar wel voor oppassen. Oké, okay, hier een kill van Karel. En daar nog een kill. En dan denk ik dat ze nu wel kunnen scoren. Want, ja, ze hebben nog... Ja, inderdaad. Deze wordt gescoord. Heerlijk binnenkant pal van Karel binnengeschoten. Ziek gedaan. Oké, okay, dat betekent dat Nederland nu 1-0 voor staat. Met nog 18 seconden te gaan, gaat dit wel goed komen. En uiteindelijk hebben ze eigenlijk alsnog heel makkelijk gewonnen. Want echt in de problemen zijn ze niet gekomen. En Karel maakt er nog een kill. Misschien dat hij nog een keer kan scoren, maar dat hoeft in principe niet eens. Karel die gaat proberen, gaat hij het schot wagen? Nee, oké, okay. maar het boeide ook niet of hij scoorde of niet, want hun konden toch niet meer scoren en Nederland had toch al gewonnen. Oké, okay, de eerste game is gewonnen door Nederland, 1-0 voor Nederland tegen Zwitserland, vrij makkelijk weer, vrij makkelijk. Zwitserland niet heel goed. Ik ben vooral benieuwd wat er gaat gebeuren uh, Oekraïne tegen Zwitserland. Ik denk dat Zwitserland, nee Oekraïne die ook gaat winnen. Dus dan heeft uh, Zwitserland, alles verloren En alsnog <laughs> Gaan ze waarschijnlijk door Naar de volgende finales, die komen dus morgen Stier, stier, stier Joran heeft zin in bier <laughs> Na zaterdag wel Vanavond niet, vanavond niet <laughs> Komt wel weer, komt wel weer Hop, 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 Zwitserland is een flop Ja, ze doen het niet echt best, hè Ze doen het niet echt best maar nu Nederland 1-0 voor staat. Dan, ja, dan hebben ze nog vier games. Dan moeten ze nog twee keer winnen. Jongen, dan zijn ze eerste van de pool. En dan, moeten ze al, dan is het nog België tegen Nederland. En als Nederland die wint, hebben ze gewonnen. Dan zijn ze eerste van de pool. Dus dat is wel ziek hoor. En dan is Nederland door naar de finales. Die morgen online gekomen. komen. En die ga ik morgen ook streamen. Dus als Nederland morgen in de finales komt, dan ga ik die streamen. Dan is het wel de vraag of Nederland ook heel ver gaat komen. Want je hebt kwartfinale, halffinale en halffinale. Maar ik ga het sowieso streamen. Maar uh, we gaan verder. We kijken nu vanaf het perspectief van Nederland. Suggersnot, Karel en Mr. Fish uh, zijn weer volop bezig. Gaat Suggersnot dit al scoren? Da oh, bijna! Bijna! Dat was wel ziek geprobeerd. <laughs> hij probeerde met de teleport dan vervolgens daar een goal te maken. Karel die wachtte daar mooi in de bosjes. Hij niet door dat hij er zat. En Fish die kan daar alweer een kill maken. Het gaat wel heel makkelijk hoor. Het gaat wel heel makkelijk. Ik denk dat Karel hier misschien al kan scoren. Oeh, dat scheelde niks. Wel goed geprobeerd. Hij bewaarde ze super expres, zodat hij die zo meteen nog kon inzetten. Um, Mr. Fish gaat nu helaas dood. Karel die neemt een jump, waardoor hij een kill kan maken. Dat was wel echt een zieke jump. Um, Sugar Snort, die maakt daar ook nog een kill. En uh, Karel moet alleen nu wel een beetje uitkijken. Maar meneer P, die had veel beter door kunnen pushen op Karel. En dat deed hij niet, waardoor Karel gewoon terug kan lopen en gewoon weer kan healen. Suggersnort Snort, die probeert het weer met uh, een jump. Karel, die gaat nu denk ik dood. Ja, inderdaad. Dus dan wordt het toch nog eventjes uitkijken voor het Nederlandse team. Nou, valt mee, valt mee. Sh Snort is ook weer terug. Dus oké, okay, dit valt reuze mee. Dan is het nu 3 tegen 2. Maar ik denk dat de speler uit Zwitserland ook wel weer zo terug is. En dan... Nederland speelt wel alsof ze zeg maar, dit al dik in de broekzak hebben. En ik denk ook wel dat ze dit gaan winnen. Maar het is niet zo dat ze het echt... Helemaal super makkelijk afmaken of zo. Het scoren van de goals lukt dan nog net niet heel lekker. Zeg maar de kansen creëren wel, maar het echte afmaken nog niet. Maar ze gaan alsnog nog heel goed. Karel met de jump zet ze super in, waardoor ze bevriezen. Waardoor hij weer een mooie kill kan maken. En ik denk dat hij nu wel gescoord kan gaan worden. Want ze zitten nu weer volop in de aanval. Karel heeft ze super. Fish heeft ze super. Karel gaat nu denk ik alleen wel dood. Denk ik. Oh, Fish die probeerde met zijn super te scoren. Kijk, dit soort kansen... Ja, ik weet niet. Die hadden ze op zich... Ja, het is natuurlijk niet nodig dat ze die scoren. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel winnen. En daar is wel een goal voor nodig. En met een beetje pech... Stel, die Zwitsers hebben aan het eind één goede push en die scoren. Dan kan je ook zo'n game in één keer verliezen, hè. En dan denk je wel... Shit, dat hadden we toch even beter moeten doen. Oké, okay, eh... Uh, Mr... Nee, uh, Mr. Fish gaat niet dood. Die killt daar nog twee mensen. Karel ging dood. Sugar Snort, die maakt die super even kapot. Dat is wel chill. Dan is het nu nog 11 seconden en dan is het zometeen extra tijd. Maar ik denk dat het dan wel goed gaat komen. Want Nederland heeft betere knokkers voor op afstand. Helemaal omdat Sugar uh, nu momenteel Search Maximal Level heeft in-game. En dan is die ziek OP. Dus ik denk dat dit wel goed gaat komen. Uh, op dit moment is die super van Nita er. Dus we moeten nu eventjes een beetje in de defense. Maar Sugar Snort doet dat goed en die kan die Nita nu killen. En die heeft ze super, dus zometeen kan hij met zijn super schieten. En die deed hij hartstikke goed. Ziek gedaan van Sugar Snort. Oké, okay, dat betekent dat Nederland toch nog heeft gewonnen. Dan staat het momenteel 2-0 voor Nederland. En dan gaat het toch helemaal goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Want Nederland moet nog één game winnen. En dan hebben ze 3-0 gewonnen van Zwitserland. Als ze die game natuurlijk winnen. En dan staat Nederland eerst in de pool. Maar dan moeten ze eigenlijk nog van België winnen. En dan is het natuurlijk een hele spannende match. Wat er gaat gebeuren tussen Nederland en België. Ja, de match waar iedereen op zit te wachten. Die gaat zo meteen aankomen. Robin de Beast, dankjewel voor je 1,49 euro donatie. Gameboys, wij zijn Nederland en iedereen gaat aan de kant. Nou, dat moeten we nog even zien, want we moeten nog tegen België. We moeten nog tegen België natuurlijk. Maar hé, hey, we gaan wel ons best doen. Zou nice zijn natuurlijk als wij uh, gaan winnen, maar dan gaan we achterkomen. Wordt allemaal helder binnenkort. Zo zo zo, Gebruik de code BAUS. Zeker, zeker, zeker. Wordt gewaardeerd. Er is momenteel wel een lijpe aanbieding in Brals. Dus mocht je hem halen, vergeet niet de code BAUS te gebruiken. Maar we hebben weer heel even geduld nodig. Zometeen wordt de derde ronde gespeeld. Hij kan elk moment starten. En dan gaan we de derde ronde kijken. En Nederland moet die dus winnen. En dan hebben ze twee games gewonnen. En dan zijn ze heel dichtbij de volgende ronde. Dan staan ze echt met een halve been in de finales. En de finales zijn kwartfinale, halffinale. zijn zijn niet meteen echt in de finale, maar dan sta je zeg maar in de kwartfinale. Want er gaan in totaal acht landen door naar de finales. En de winnaar van dit toernooi krijgt een training van het e sportteam van PSG. Dat is wel echt heel erg bruut. Vanwege corona en zo kan je niet naar PSG zelf volgens mij. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dan alsnog, dat is toch wel echt heel vet. Gewoon een hele vette ervaring. En natuurlijk de eeuwige roem dat je Europees kampioen bent. Dat is toch, toch ook al heel nice. Dat is toch ook al heel nice. België gaat verliezen. Nou, We weten het niet. We gaan erachter komen. Ik durf nog geen voorspellingen te doen. Want straks dan wint de een of wint de andere. En dan heb ik het ongelijk en dan is het voor niemand leuk. Let op, let op. <laughs> Oké, okay, ja. ja. Ik kan hem inhouden. Ik kan hem ook laten. <laughs> Bro, 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 Joran is pro. Nou, ik ben niet zo pro als de spelers die nu aan het spelen zijn. Want die Belgen en Nederlanders die nu aan het spelen zijn. Die zijn wel een stukje beter dan wat ik ben. Dat sowieso. Hop, hop, hop. België is allesbehalve top. <laughs> nee, ik vind die Belgen echt wel goed spelen. Vooral die eerste match hoe ze speelden tegen Zwitserland. Ze owned ze echt keihard. Dat ging echt. Gewoon keihard. Niet een beetje hard, gewoon keihard. Hup, hup, hup. Nederland wint de Cup. <laughs> Zou wel ziek zijn. Ik vind het wel echt heel baas als Karel, Fish en Sugar gewoon die Cup winnen. Weet je, ik weet dat het hele goede spelers zijn, maar als ze dan gewoon echt daadwerkelijk winnen. Want je hebt ook zeg maar van andere landen, bijvoorbeeld Engeland en Spanje. Die hebben echt. Lijpig. Die hebben gewoon echt van die e-sport teams die ook meedoen. Dus dat zijn echt hele goede teams. Dus als je. Want met een beetje pech. Als je in de kwartfinale komt de volgende ronde. En je komt al meteen tegen een e-sport team van Spanje. Dan ben je gewoon meteen de lul. Dat is gewoon niet chill. Ja, maar Nederland heeft natuurlijk ook hele goede spelers. Dus misschien dat ze ook wel, gewoon wel gaan winnen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik had trouwens aan het begin van de stream nog een beetje de statistieken van Fish, Karel en Sugar Snort uh, gezegd. En aangezien we nog even moeten wachten, kan ik die nog wel een keertje zeggen. Uh, Fish heeft 32.000 drie versus 3 overwinningen, iets meer. Meer dan 36.000 trofeeën. En 17 rank level 35 knokkers. En hij staat op dit moment 15e van Nederland in Power League met zijn team. Dus dat zijn behoorlijk zieke statistieken. Van Karel zijn ze ook behoorlijk ziek. Hij heeft 26.000 3 versus 3 overwinningen. Hij heeft op dit moment meer dan 35.000 trofeeën. Trouwens, trofeeën pushen doen ze niet enorm veel. Ze zijn vooral bezig met rank level 25 pushen. En dat zie je ook bij Karel, die heeft meer dan 22 rank level 35 Insane. En staat nummer 1 in Power League. Met zijn team. Dus uh, qua teams, Power League staat Karel nummer 1. Dus dat is echt heel ziek. En uh, momenteel. Dan moet ik alleen nog. Uh, Sjukkersnort hebben. Die heeft 33.000 3-versus drie 3 drie overwinningen. Meer dan 37.000 trofeeën. En heeft 7 rank level 35. En hij staat nummer 3 in Power League. Met zijn met team, zeg maar. Vandaar. Oké, okay, ondertussen zie ik trouwens wat informatie van de chat, uh, van zeg maar de organisatie binnenkomen. Um, ronde nummer 3 uh, wordt opnieuw gedaan omdat hij niet uh, spectate uh, was. Omdat hij zeg maar niet te zien was in de stream. Dus er is ergens iets fout gegaan, dus nummer, ronde nummer 3 wordt overnieuw gedaan. Dus geen idee wie heeft gewonnen, dat gaan we ook nooit te weten komen. Maar ronde nummer 3 kan nu elk moment in het scherm starten uh, en komen en dan gaan we die alsnog kijken. Er was dus een klein foutje, maar die komt er zo meteen aan. Nederland moet winnen. Ja, Nederland moet inderdaad wel winnen. Maar als Nederland nu deze wint, de komende game. Dan staan ze al 3-0 voor. En dan hebben ze al gewonnen van Zwitserland. En dan gaat het natuurlijk uh, afhangen van wat er dan gaat gebeuren. Flop, flop, flop. Zwitserland speelt als kabouterplop. <laughs> Kijk, dat is wel een delen. Geen idee hoe Plop dan speelt. Geen idee. Maar <laughs> ja, daar gaan we ook nooit achter komen. Ik heb gebouwte nog nooit brassen zien spelen dus hé hey, wie weet hè wie weet Wanneer spelen we Ja, het kan elk moment beginnen. Er was net dus een klein foutje met speelronde nummer 3 die niet helemaal goed is gegaan, maar het moet zo meteen nog goed komen. Um, ik krijg net een berichtje van Eend. Ik zie, met die Oekraïners heb ik ranglevel 35 gepusht. Ze zijn echt tien keer beter dan de Belgen. Oké, okay, oké, okay, dat zegt Eend. Dus ik ben erg benieuwd. Dus die Oekraïners, die kunnen wel echt goed brawlstarts. Tegen de Nederlanders leek het alsof ze niet super goed waren. Maar dat kwam vooral omdat Nederland erg goed speelde. Dus, uh, oké. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe het zo meteen gaat uh, worden. Nederland tegen België. Maar hey, we gaan nu ondertussen beginnen. Eindelijk de match kan beginnen. Uh, dit is dus ronde game nummer 3. Uh, Karel is B, Sugar Snort is Mortus en Mr. Fish is Dynamite. En ze hebben een lekker begin. Karel, gaat die bal al scoren? Mm, hij kan die bal net niet binnenlopen. Oké, okay, dat was al bijna 1-0. Dat ging al heel vlotjes. En als Nederland deze dus wint, dan is het al voorbij. En Fish, die deed dat wel echt heel ziek. Oh, die... <laughs> Fish deed dat echt heel lijp. En hij maakt nog een kill. En Mortis, Sugar, die kan daar die kill maken. En dan... Denk ik dat ze nu al kunnen scoren? Denk het wel? Nou, nee, nee, nee. Net niet. Want daar komen ze alweer. Maar misschien ook wel. Oh, Sugar, die probeert het met de trickshot. Ja <laughs> dus ze hebben zo erg deze match onder controle. Zwitserland stelt niet zoveel voor. En nu, nu moeten ze toch wel kunnen scoren, zou ik denken. Ze proberen het gewoon nou. <laughs> ziek! Oh, deze nee, was wel ziek! Ze proberen het wel. Ze willen het gewoon met trickshots doen. Ze vinden het gewoon te makkelijk <laughs> om gewoon uh, normaal te spelen. Maar uh, dit is ondertussen dus match nummer 3, uh, map nummer 3. Uh, match nummer 4 van het toernooi, dat zie je ook hieronder in staan. Maar uh, map nummer 3. Maar als Nederland nu nog één keer scoort, dan uh, staan ze 3-0 voor. En dan staan ze eerste van de pool. En dan is de kans heel groot dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Sugger, gaat hij nu scoren? Ja, oh, dit is echt ziek. Oké, okay. Nederland eigenlijk ook heel easy gewonnen van Zwitserland. Dat betekent dat Nederland momenteel eerste staat in de pool. Nederland staat eerste. Dus de kans is heel erg groot. Dat Nederland doorgaat naar de finales. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen op het moment dat Nederland tegen België gaat spelen. Dat moet nog komen. Dat moet nog komen. Maar dat gaat heel spannend worden natuurlijk. Leaderboard is coming soon. Zometeen komt het leaderboard weer in het scherm. En dan gaan we kijken. Of Nederland inderdaad eerst staat. Maar dat weten we al zeker. Nederland staat eerst. <laughs> uh, ik denk dat Nederland-België dan de laatste game is. Of dat misschien dat de game nu dat dan gaat worden. Maar dat gaan we zo meteen zien. Dat gaan we zo meteen zien. Eigenlijk een betere pool we, had ik mij niet kunnen wensen. Nederland-België. En dan ook nog zo spannend. En dan is het ook nog zeg maar. Um, Nederland die het dan uiteindelijk zo goed doet. En dan België, die het ook best wel redelijk doet. <laughs> wel één keertje verloren, maar hey, <laughs> dat zien we dan even door de vingers. En dan misschien de laatste game ook nog Nederland-België. Dat is toch wel echt heel vet. Maar de leaderboard wordt weer geüpdate. En dan gaan we zo meteen even kijken naar de leaderboards. Ben ik erg benieuwd. Erg benieuwd. Maar eigenlijk ben ik niet heel benieuwd. Maar ik ben vooral benieuwd wat de volgende game is. Of dat Nederland-België gaat zijn. Of dat het Oekraïne-Zwitserland gaat zijn. Ik hoop eerst Oekraïne-Zwitserland. En daarna België-Nederland. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar dan gaan we zien. Gewoon het beste voor het laatst bewaren. Dat is toch wel heel bruut. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen. Daar gaan we achter komen. Kom op, Nederland, ik geloof in je. Ja, ik geloof ook in Nederland. Moet vast goed komen. Kop, kop, kop. Mr. Fish staat altijd om vijf uur op. <laughs> zegt Carol BS. Ik weet niet of het de echt is, maar dat zou wel kunnen. Ik heb geen idee. <laughs> ik geef je 100 euro als je kaas zegt. Worst. <laughs> Ja, nu nee, krijg je geen 100 euro. Is dat weer jammer, hè? Ah, helaas. Wat jammer. Gok, gok, gok. Ik zing Bralstaan Rock. Uh, <laughs> Lekker, man. Lekker, man. Maar we hoeven dus inderdaad niet meer naar de statistieken te kijken van de andere teams. Voor zeg maar de winrate. Want eh. Uh, Zwitserland gaat geen eerste worden. En dan maakt het al niet meer uit. Want Engeland en Spanje zitten bij elkaar in de pool. Dus één van hun gaat ook niet eerste worden. Dus één van hun gaat ook door qua winrate. Dus of Spanje of Engeland gaat door naar de volgende ronde. En dan Zwitserland ook. En Zwitserland speelt zo slecht. En die gaat dus door naar de volgende ronde. Ik heb het al een paar keer gezegd. we bro. <laughs> Hoe dan? Hoe dan? <laughs> Ik zie trouwens dat we bijna 5000 likes hebben. Het zou nice zijn als we dat nog kunnen halen. Als we dat nog even kunnen aantikken, die 5000 likes. Je bent echt de kleuterachtigste YouTuber die ik ooit heb gezien. Nou, dankjewel, Joran. Wel leuk dat je naamgenoot bent. <laughs> nee, joh. Maakt niet zoveel uit. Een beetje aanpassen aan de doelgroep natuurlijk. Nederland wordt kampioen. België, jij gaat alvast met pensioen. <laughs> die vind ik ook wel origineel. Die vind ik wel origineel. We hebben trouwens ondertussen 5000 likes. Dus dat is nice. Dank jullie wel daarvoor allemaal. En als het goed is, kan uh, zometeen uh, uh, ronde nummertje 5 beginnen. Of game nummer 5. En de leaderboards komen dus zometeen in, in het scherm, Er zitten nu uit heel veel landen dit te streamen? Dat klopt inderdaad. Uit elk land zit één, zeg maar, Brawlstar YouTuber dit te streamen. Dus je hebt een streamer in Duitsland, in Frankrijk, in Spanje. Maar ja, weet je, jullie verstaan waarschijnlijk geen Spaans of Frans. Of misschien wel een beetje Frans of een beetje Duits. Engels zou natuurlijk wel nog kunnen. Maar ze wouden gewoon van elk land één streamer hebben, zodat, zeg maar, van elk land iemand het land vertegenwoordigt. En daar hebben ze mij voor gevraagd. Dus dat is wel heel vet. Dat is wel heel vet. Zak, zak, zak. Nederland is kak. Oké, okay, Lucas. Dat gaan we nog wel zien. Want Lucas stuurt dat met Belgische vlaggetjes. Ik denk dat het nog wel wat lastiger gaat worden dan dat je denkt, hoor. <laughs> nu, nu zegt hij heel stoer dat Nederland kak is. En zo meteen, jongen. Dan Nederland tegen België. maakt Nederland België helemaal in. <laughs> nee, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Dan zeg ik dat nu en dan gaat België zo meteen winnen. Dat zul je zien. Maar ik wil eigenlijk even ondertussen naar de wc... Want zoals jullie merken, ik drink redelijk wat water. En ik ben al anderhalf uur live en ik moet gewoon even zeiken. Dus uh, ik hoop dat er niks gaat veranderen in de tijd. Ik doe even een powerplasje. <laughs> ik ben er uh, zo terug. Weer, ben ik weer. Niks gemist, zo te zien. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi. Voor de volgende match zijn de volgende knokkers geband. Dynamite en Stu. Dus dan weten jullie dat. Dat zie ik nu net uh, in de beeld verschijnen. Ja, volgens mij is Stu sowieso voor elke match geband. Ik heb nog geen één keer Stu gezien. Dus ik denk dat stoel gewoon voor elke ronde is. Uh, geband. Ik hoorde je plassen, zegt iemand. Nou, dat kan echt niet. <laughs> dat kan toch niet? Nee, zo, nee, dat lijkt me heel sterk, toch? Ja, ik weet het nu, weet het nu niet zeker. <laughs> ik kan trouwens ondertussen wel weer even mijn hoed opdoen. Ik, ik ben ondertussen weer ietsjes afgekoeld. Dus we kunnen we even weer even mijn hoed op doen Of zullen we die zo... Met nee, weet je wat? Ik bewaar hem. Be ik bewaar hem. Zo meteen als het Nederlands elftal... Of het Nederlands elftal als Nederland gaat spelen... Dan doe ik mijn hoed op. En uh, Oekraïne tegen Zwitserland. Oké, okay, dat is heel nice. Dus dat betekent dat dit ook wel een redelijk spannende match is voor België. Op, voor de nummer 2 plek. Ehm... Um... En op zich ook wel spannend, want Nederland moet dus winnen van Nederland. België moet ne winnen van Nederland. Um, maar stel dat ne Oekraïne nu een hele goede score gaat krijgen. Want anders gaan ze kijken naar zeg maar, hoeveel ze hebben gewonnen. Dan gaan ze naar de scores kijken. Dus als je alles 2-0 hebt gewonnen, dan sta je dan natuurlijk in tweede. Want, ik, want het zou kunnen dat bijvoorbeeld België, Nederland en Oekraïne dan allemaal 6 punten hebben. En dan gaan ze kijken naar de scores. Hoeveel alle in-game zijn geworden. En dan is het wel belangrijk dat je goed hebt gespeeld. Dus in dat opzicht is de komende match wel belangrijk. Dus Oekraïne moet eigenlijk niet te veel winnen of niet te goed winnen van Zwitserland. Daar komt het op neer. Bous, bouws, bouws. Download. Superbows. <laughs> ik vind het niet superruim, maar ik ben er wel helemaal mee eens. Ik ben er wel helemaal mee eens. Kunnen we misschien de 20.000 spelers krijgen op uh, iOS? Volgens mij we zitten er bijna. We zitten er bijna. Nog uh, iets minder dan 200 spelers op iOS. Op uh, Android weet ik niet exact. Maar dat is al ziek. Ik. ik sta trouwens 125ste van uh, Apple. Van uh, iedereen, hè. van de 20.000. Jonge. Ik heb het ook ziek veel gespeeld. Ja, maar het is mijn eigen game. Natuurlijk moet ik het dan veel spelen. Maar uh, op dit moment zijn de voorbereidingen voor de volgende match Oekraïne tegen Zwitserland. Geen Nederland of België, maar wel een spannende match. Want dat is dus wel goed voor de Belgen om te weten hoeveel Oekraïne gaat winnen. En voor Nederland trouwens ook. Want mocht Nederland van België verliezen. wat ik niet verwacht, maar wat wel zou kunnen gebeuren. <laughs> dan hebben drie teams zes punten. en dan gaan ze dus kijken naar de scores in game. En dan is dat wel belangrijk. Live, live, live. Gameboys is live. Nou, dat, nee, dat is ook geen goeie. Dat is echt, echt geen goeie. <laughs> Oké, okay, maar uh, game 5, round 1 is live. Dus elk moment kan de volgende ronde beginnen en kunnen we daarna gaan kijken. hier even een slokje water, zul je zien dat ik zo meteen weer naar de wc moet. <laughs> nou, dat hopen we niet, maar. Hè? Dat hopen we niet. Trouwens, voor iedereen die het misschien wel leuk vindt, ik heb een uh, superboos boos ja, Ik moet even naast de microfoon. <laughs> Zijn dus nieuwe Super uh, t-shirt. Ik vind hem wel heel vet geworden. Uh, Krijg op Bows.nl. Is uh, limited edition, dus hij is niet altijd in de store. Dus mocht je hem nog willen halen, dan moet je wel in de komende weken een keer kopen. GamersTV 2, dankjewel voor je 3 euro donatie. Wordt gewaardeerd. Maar ik ben benieuwd wanneer de volgende match gaat starten. Ik ben wel benieuwd. Ik wil gewoon die match zien. Est, est, est. Joran is de best. We krijgen weer allemaal van die ruimpjes. Kuip, kuip, kuip. Joran die zuipt. <laughs> Zaterdag weer. <laughs> Elke zaterdag. Ribben, ribben, ribben. Nederland gaat winnen. Dat ruimt niet, toch? Ribben winnen. Jawel, wel ruimt trouwens wel. Dat was een beetje mijn fout. Maar wie denken jullie trouwens? Gaat Oekraïne winnen of Zwitserland? Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Ik zelf denk Oekraïne. Als één samen met die spelers van Oekraïne rank level 35 heeft gepoest. Dan zijn dat behoorlijk goede spelers. Sowieso als je rank level 35 had, dan ben je sowieso een goede speler. Maar ik denk dat Oekraïne wel gaat winnen. Nou, ik, ja, laat me weten. Wat denken jullie? Oekraïne, Oekraïne. Ik zie wel, denk ik, meer mensen die zeggen Oekraïne. Ja, volgens mij is bij. Het... Oh, hier, hier is iemand die zegt Zwitserland. Nou, we gaan erachter komen, want de match gaat starten. Let's go! Het onderste team is dus uh, Oekraïne. Het uh, bovenste team is Zwitserland. En Oekraïne gaat al heel snel als een raket. Want ze, <laughs> ze gaan nu al scoren, denk ik. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Oké, okay, voor degenen die net Zwitserland zeiden. Quinten, ik zie je comment nog van net. Uh, jij zei Zwitserland. Je zit er hopeloos naast. Nou, nou, zeg ik dat wel. Maar misschien dat ze nu gewoon weer een dikke comeback gaan maken. Dat zou natuurlijk kunnen. Tara heeft ze super die verpest team momenteel. Maar alsnog moet ze natuurlijk wel uitkijken voor die Rosa. Oh, ziek gespeeld van die Mortis. Heel ziek gedaan. En dat betekent dat we waarschijnlijk nu door kunnen pushen. Echt heel lijp gedaan, door die Mortis. Hoe die, die dat hele team eigenlijk kilde. En Frank kan, dat, kan die bal gewoon binnenlopen. Hoi joh, dit deden ze makkelijk. Oké, okay, dat betekent 1-0 voor <laughs> Oekraïne. Heel makkelijk gescoord. Heel makkelijk gespeeld. Donders. Oké, okay. Zwitserland is inderdaad niet al te best. Zwitserland gaat laatste worden, maar gaat waarschijnlijk wel door naar de volgende ronde. Ik heb het al een paar keer uitgelegd. Heeft te maken met winrate, hoe het hele land heeft gepre gepresteerd in zeg maar de PSG Cup. <laughs> Ik vind het echt heel bizar. <laughs> Dat zo'n slecht team gewoon doorgaat, waarschijnlijk. Heb ik iets gemist? Vraagt Mike. Nou, ik weet niet hoe lang jij niet hebt gekeken. Als jij de hele stream niet hebt gekeken, ja, dan heb je iets gemist. Heb je nu vijf minuten niet gekeken, ja, dan valt het mee. Dan valt het mee. Maar ik denk dat Oekraïne hier gewoon heel makkelijk 3-0 gaat winnen. En dan gaan we door naar de laatste allesbeslissende game. Nederland tegen België. Maar Oekraïne gaat dus nu 3-0 winnen. Dus dat betekent dat Oekraïne dan ook tweede staat met zes punten. Dus dan heeft Nederland zes punten. Oekraïne heeft zes punten. België heeft dan drie. En dan heeft uh, Zwitserland 0. <laughs> maar Oekraïne en Zwitserland hebben dan al drie matches gespeeld. Dit is vanuitgaand dat Oekraïne natuurlijk gaat winnen van Zwitserland, maar dan als België wint van Nederland heb je drie teams die zes punten hebben. Dus dan ben ik heel benieuwd wie dan nog eerste gaat worden, want ik heb niet exact bijgehouden wie nou de beste scores heeft, zeg maar, wie nou het meest gescoord heeft. Maar dan moeten we dan eventjes nagaan. Alles wordt trouwens allemaal bijgehouden in de Discord, dus dat kan ik allemaal dan achteraf natchecken. Maar dat moeten we dan allemaal even gaan tellen en rekenen hoeveel iedereen heeft gescoord. Maar dat is voor het geval dat België wint van Nederland. Dan heb je dus drie teams met zes punten. Dat is wel echt bizar veel, hoor. <laughs> ja, maar als Nederland wint van België, dan heeft Nederland negen punten. En dan is Nederland door naar de finales. Is jullie beeld ook zo wazig? Ja, af en toe zie ik wel eens comments van mensen die zeggen dat hun beeld wazig is. Kan misschien door je eigen instellingen liggen. Maar het kan misschien ook aan mijn internet af en toe liggen dat het beeld net wat minder, wa minder scherp is. Maar... Daar kan ik nu tijdens het streamen niet zoveel aan doen. Bouws, bouws, Bous. Download Subous. Ben ik helemaal mee eens. Waar zijn jullie trouwens met Subous? Voor, voor degene die nu Superboos speelt of speelt of speelde, welk level zijn jullie? Ben ik wel benieuwd naar. Ik ben bij level 49. Ik ga binnenkort level 50 halen. Dan heb ik game. Of, heb ik voorlopig voor nu, voor deze update heb ik hem uitgespeeld dan. Oké, okay, er wordt weer wat gezegd. Round 2 is live. Dat is uh, net een minuut geleden gezegd. Dus als het goed is, kan elk moment uh, de volgende game gaan beginnen. Ik ben bij level 12, level 50, level 30, 20 of zo. Iemand zegt 60. Dat kan niet eens, want er zijn nog geen 60 levels. Uh, Joey die zegt dat hij bij 50 is. Dat is wel ziek, als je al bij level 50 bent. Dat is op dit moment het hoogst haalbare. Maar sowieso 40 is ook al heel lijp hoor. Maar om level 50 te halen, dan moeten we echt veel spelen. Oké, okay, hier gaat de volgende ronde beginnen. Ronde nummer 2. Oekraïne tegen Zwitserland. Oké, okay, Oekraïne die staat dus onder. Ze hebben twee throws en ze hebben uh, mortis. Oké, okay, dat is wel een opvallende team. Normaal gesproken heb je altijd één throw, of een barley, of een tick, maar ze hebben er gewoon twee en dan ook nog een mortis erbij als teammate. Maar ze doen het tot nu toe wel goed. Sterker nog, ze kunnen misschien nu scoren. Nou, dat niet. Maar die mortis moet alle goals maken. Want die throws kunnen niet volop in de aanval. Die kunnen natuurlijk op afstand veel damage doen. Maar die kunnen niet echt richting de goal met die bal. Als ze moeten op afstand gaan scoren. Haha. <laughs> oh joh, dit was wel ziek gedaan. Oké, okay, Oekraïne staat nu alweer 1-0 voor. Ze winnen zo makkelijk van de Zwitsers. Nu begin ik wel steeds meer respect te krijgen voor de Nederlanders. Dat ze eigenlijk zo relatief makkelijk hebben gewonnen van uh, Oekraïne. Want als je ze nu ziet spelen. Ze zijn echt goed. Ze zijn echt goed. Wat. <laughs> Je zag trouwens ook die Mortis, hij had 1175 trofeeën, zag je even snel in het beeld. Dus hij heeft sowieso Mortis rank level 35 gehad. Nou, dan moet je echt ziek goed zijn. Mortis is echt een knokker waar je echt goed mee moet zijn. En als je dat dan rank level 35 had, dat is echt ziek. Dus ik vind het wel echt lijp dat Nederland zo goed heeft gespeeld tegen Oek Oekraïne. Vind ik wel echt lijp. Mark zegt trouwens dat hij level 44 is in Superbouws. Ook nice, ook nice. Dat was ik. Maar uh, even een update over de match van nu. Oekraïne staat dus momenteel 2-1 voor, nee 2-0 voor op Zwitserland. Zwitserland heeft volgens mij geen enkele game gewonnen. Ze hebben 3-0 verloren van België, 3-0 verloren van, Bel van, van uh, Nederland en nu ook van Oekraïne staan ze ook 2-0 achter. Dan gaan ze waarschijnlijk ook 3-0 verliezen. Dus ze verliezen waarschijnlijk gewoon drie keer 3 keer 3-0. <laughs> Dit is zo stom, je hebt echt weinig gameplay. Ja, dit is een toernooi. Het is natuurlijk een officieel EK. Dit is natuurlijk niet zoals normaal in Brawl Stars: dat je het ene potje na het andere potje kan spelen. Dit is gewoon een officieel toernooi waar ze van tevoren knokkers moeten bannen. Dus in die tussentijd worden knokkers gebend. Dan kunnen ze zeggen welke knokkers uh, wel en niet gebruikt mogen worden. Ze kunnen natuurlijk ondertussen ook overleggen van met welk team ze gaan spelen. Um, ondertussen moeten de scores bijgehouden worden door degene die het toernooi organiseren. Het is niet zo dat je een normaal potje bralsen speelt nu. Er wordt zoveel achter de schermen nu geregeld. Er zijn mensen die, de, die deze hele stream nu maken. Ik, maar ik zit hier nu zeg maar live te streamen. Maar alles wat jullie zien... Uh, die potjes en zo, dat wordt allemaal geregeld door zeg maar uh, weer een ander bedrijf, zeg maar die Brawl Stars heeft geregeld. Dus vandaar dat je niet non-stop gameplay hebt, want anders ja dat is niet te doen met zo'n toernooi. <laughs> en helemaal als jullie mijn video's van de laatste keer hebben gezien, dat ik meedeed met de uh, monthly qualifiers, dat is zeg maar stel als je 15 wins haalt, zeg maar in die uh, Toernooitjes in Brawl Stars. Dan moet je 15 winst halen, mag je maximaal drie keer verliezen. Als je dat hebt gehad, kan je een ronde door. Maar in ieder geval, toen heb ik drie uur lang moeten spelen. Of nou niet moeten spelen. Drie uur lang moeten wachten. En uiteindelijk heb ik één, ronde, of één game kunnen spelen tegen één ander team. Die hadden we toen ook nog allemaal verloren. Ja, voor degene die dat heeft gezien. Het was wel heel zuur. Maar dat zegt wel iets over hoeveel er gewacht moet worden in toernooien. En dan valt dit nog wel mee. Dit is al veel beter geregeld dan toen. Dat is 100% zo. Ja, maar uh, als het goed is gaat uh, game nummer 3 beginnen. Er uh, werd net in de uh, chat weer gezegd dat ronde 3 is begonnen. Dus hij kan elk moment gaan starten. En dan gaan we waarschijnlijk de 3-0-nederlaag zien van Zwitserland. Want ik kan me niet voorstellen dat dit nog goed gaat komen voor Zwitserland. Dat kan ik me niet voorstellen. Zou het trouwens nice zijn als we ook nog de 6000 likes kunnen aantikken. Ik zie dat we nu op de 5.500 likes uh, zitten. Dus mocht je nog niet het duimpje mogen hebben gesmashed, doe dat natuurlijk. En uh, voor iedereen die nog niet is geabonneerd, doe dat ook. Want dan gaan we richting de 400.000 abonnees. Dat is toch wel echt ziek. Ik had ooit, toen ik ooit begon met YouTube, was ooit met Viva bouws. Toen had ik een keer de 10.000 abonnees gehad. Toen dacht ik, ik ga nooit en never 100.000 abonnees halen. Is onmogelijk, ga ik nooit halen. Ik bleef wel doorgaan met YouTube, ook omdat ik het leuk vond. Maar uiteindelijk... Gewoon doorgaan met fifa Bows. En na een tijdje vond ik Clash Royale een superleuk spel. Dus dacht, ik, nou, daar ga ik ook een kanaal mee beginnen. En toen uiteindelijk van Brawlers uit ben ik Brawlers gaan spelen. En nu 400.000 abonnees bijna. Ik vind het echt heel bizar. Echt bizar hoe snel het is gegaan ook gewoon. Maar dat komt natuurlijk allemaal door jullie. Door jullie bazen. Want zonder jullie had ik natuurlijk dit nooit kunnen doen. Joran, friet of patat? Ja, eigenlijk kies ik hier tussen Noord- of Zuid-Nederland en België is natuurlijk allemaal friet. Maar ja, ik uh, kom oorspronkelijk een beetje uit Noord-Nederland. Ik woon nu in de buurt bij Zwolle. Voor mij is het toch patat. <laughs> ja. ja, sorry. <laughs> sorry voor al de Belgen die zeggen, het is friet. Het is altijd zo'n oorlog, patat of friet. Maar nu genoeg over patat en friet gezegd. Ik heb uh, het al uh, te vaak genoemd. Joren Bouws, die Rosa van Zwitserland had 350 trofeeën. Ja, dat had ik niet zo snel gezien. Maar als dat echt zo is, dan is dat wel echt heel bizar. Want 350 trofeeën is niet veel. <laughs> ja, dat is wel echt heel lijp dat je dan, dan meedoet met het toernooi. Maar blijkbaar waren er gewoon niet zoveel aanmeldingen bij Zwitserland. Of de mensen die zich hadden aangemeld waren gewoon niet zo heel goed. Hoe lang ga je nog live? Of in ieder geval, hij zei, Isa die vraagt dat. Die zegt, hoe lang ga je nog live? Maar ik denk dat je hoe lang bedoelt. Maar in ieder geval, um, totdat het toernooi voorbij is. Maar we moeten nu nog even wachten op één match. Ik, dat duurt allemaal wat langer. Maar daarna is de ronde Nederland tegen België. Dan gaat het recht omspannen. Dus we hebben hier nu, nu nog één game. En ik denk dat Oekraïne die wint. En daarna hebben we Nederland-België. En daarna. Is de stream voorbij? Want dan is het toernooi uh, voor vandaag ook klaar. Maar dan gaan we misschien morgen weer live. Als Nederland de finales heeft gehaald. Die Rosa speelde op zijn alt. Dat kan natuurlijk ook. Het kan ook zijn dat iemand op zijn alt speelt. Alleen vind ik dat wel raar. Waarom zou je nu op je alt spelen? Waarom zou je nu niet op je hoofdaccount spelen? Helemaal tijdens zo'n stream. Dan is het toch veel vetter om op je hoofdaccount te spelen. <laughs> maar ja, moet hij zelf weten. Moet hij zelf weten. Joran, TikTok of YouTube? Sowieso YouTube. Ik vind TikTok leuk. Ik upload ook wel af en toe video's, maar... Ik weet niet, YouTube, dat is toch wel mijn, meer mijn ding. Toch moet ik wel zeggen dat ik heel vaak op TikTok kijk. Dan zit ik gewoon door TikTok te scrollen. Ik weet niet, je, je kan gewoon oneindig lang doorscrollen. Je komt altijd wel iets grappigs tegen. Wie is er van België live? Ja, ik had dus verteld dat er van elk land een... Uh, een... Oh, huh? Hey, oh, Oekraïne heeft gewonnen. De laatste game uh, hebben we niet gezien. Oké, okay, lol. Nou ja, maakt ook niet zo heel veel uit. Um, de volgende game is België tegen Nederland. We gingen er toch al vanuit dat Oekraïne ging winnen. Uh, maar van België is er niemand live. Dat moest ik nog even zeggen. Um, je hebt namelijk in België Nederlands sprekende, Vlaams sprekende. En natuurlijk Frans sprekende. En die kunnen naar de Nederlanders kijken. Dus naar mij kijken als je Vlaams spreekt. Of je kan natuurlijk naar Franse streamen kijken als je Frans spreekt. Maar ja, dan kijk je natuurlijk niet echt naar je eigen land. En dat is dan wel een nadeel. Nu volg ik natuurlijk Nederland. En dan hebben we mazzel dat België ook in deze pool zit. Maar dat had natuurlijk niet zo gehoeven. Oké, okay, inderdaad. Ik zie inderdaad... Uh... Oh, lol. Ik zie al. Ik zie al waarom uh, we de laatste game niet hebben gezien. Zwitserland is gereed, quit. <laughs> Wat? No way. Zwitserland heeft gewoon de game verlaten. Wat, dat is wel echt heel erg amateur. Dat is wel echt heel slecht. Dan verlies je alles zo dik en dan ga je ragequitten tijdens zo'n so nooi, wat gewoon live wordt uitgezonden. Er zijn duizenden kijkers, niet alleen van mijn stream, maar van allemaal andere streams. En dan ga je gewoon ragequitten omdat je verliest. Hoe slecht is dat? <laughs> ik, zou, ik dacht al, hoe hoezo hebben we die game niet gezien? Ze hebben gewoon gereagequit. Oké. Okay. <laughs> Bro, maar uh, op zich ook prima. Want nu de volgende game is België-Nederland. De laatste game voor vandaag. Ho, ik ben echt heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik hoop. Ja, sorry, België, maar ik ben nu voor Nederland. Maar op zich gun ik het de Belgen ook wel. Maar toch ben ik wel voor Nederland. Weet je, ik was voor België als ze tegen Oekraïne moeten, tegen Zwitserland. Tegen elk ander land ben ik voor België, maar niet tegen Nederland. Pech, pech, pech. Zwitserland is weg. <laughs> ja, oi oi oi. Respect voor Zwitserland. Nou, ik vind het niet heel veel respect voor Zwitserland te hebben. <laughs> Yo man, alles dik verloren. Geen enkele gewonnen, drie keer gespeeld. En dan alles verliezen. En dan ga je ook nog reeds kwitten. Dat maakt het eigenlijk nog pijnlijker. Oh ja, Joran Hoetop. Ik zal hem even opdoen. Daar gaan we, Nederland, België. Ik zie dat de games elk moment kunnen beginnen. En dan gaan we naar de matches kijken waar het om draait. Nederland tegen België. En wie deze wint kan doorgaan. Als België wint heb je dus drie teams met zes punten. Als Nederland wint heb je één team met negen punten. En dan Oekraïne zes en dan België drie. Dus als Nederland wint is uh, Nederland sowieso door. Als België wint uh, geen idee. Dat moeten we dan nog even zien. <laughs> Voor de volgende matches uh, zijn trouwens Toe en Poco geband. Dus dan uh, weten we dat. Ook wel handig om te weten natuurlijk. Maar dan gaan we zo. Geen respect voor Zwitserland. Ja, ze speelden niet heel lekker. Ze speelden. Nee, op zich. Weet je, ik snap ook dat je gefrustreerd bent als je zo erg verliest elk potje. En natuurlijk waren al die andere spelers zo goed. Maar dat je gaat geen is wel Ezer. Maar we kunnen beginnen. Nederland tegen België. Hier gaan we. Karel, Mr. Fish, Sukkersnort tegen Wart, Milan en. Peppe eens kijken wat hij terecht van gaat komen. Mr. Fish is bijna dood. Dat deed Peppe goed. Maar Fish kan natuurlijk achter dat muurtje schuilen. Waardoor hij gewoon weer vol HP erbij kan krijgen. Dat is wel slim gedaan. En nu kan hij misschien in de aanval. Dat waren een paar goede hits. Fish deed dat hartstikke goed. Hij schiet daar heel tactisch via de muurtjes. Waardoor hij de hele tijd rustig die Amber wel kan hitten. Maar Amber heeft ondertussen wel weer wat HP erbij gekregen door natuurlijk die Jean. Maar hij is ondertussen bijna dood. Milan gaat ook dood. En ik denk dat Nederland nu al de eerste goal kan scoren. Net niet. Sugar die kon die bal net niet binnen schieten. Maar hij heeft alweer een kill. Dus uh, Wacht is nu alweer dood. Chili Peppe en Milan proberen nu te verdedigen. Dat doen ze in principe goed. Ja, en Sugar die kan nu helaas net niet scoren. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed verdedigd door de Belgen. En een goede eerste aanval ook van Nederland. Maar Nederland gaat nu nog niet kunnen scoren. Want daar komt Peppe alweer. Die kan natuurlijk mee helpen verdedigen. Vis gaat nu denk ik dood. Die gaat inderdaad dood. Maar Peppe kan dit voorkomen dat dit een goal wordt. En dan is het 2 tegen 2. Milan die gaat nu wel heel veel damage krijgen. Hij gaat net niet eraan. Maar ik denk dat Sugar nu kan scoren. En hij probeert het met een trickshot. Oh, dat scheelde niet veel. Maar Karel kan nu alsnog scoren. En hij scoort wel gewoon. Hij scoort niet met trickshot. Maar dat is de 1-0 voor Nederland. Dus dat betekent dat Nederland er nu heel goed voor staat. Uh, we hebben in totaal best al 5, Dus het is niet zoals Nederland deze game wint dat ze meteen hebben gewonnen. Maar het, het gaat wel echt heel goed. Als Nederland deze wint, dan zijn ze door naar de finales. En morgen zijn dan de finales. Maar voor de Belgen, het wordt heel pittig om dit nog te winnen. Want de Nederlanders staan er alweer goed voor. Een goed schot, alleen zit hij helaas niet. Snort gaat nu dood. Fish, die kan nog proberen hier uh, die Pepe te killen. Die gaat ook dood. Maar ze kunnen nog niet scoren. Ze moeten even in de defense. Want daar komen Milan en Wart aan. Ondertussen uh, is Fish gekillt. Maar Karel die killt daar ook wel gewoon iemand. Waardoor België nu eigenlijk niet in de aanval kan. Uh, Karel die gaat denk ik nu voor het schot zometeen. Gaat hij het proberen? Hij probeert het inderdaad. En zit erin? ziek. Wajo. Deze was echt heel erg ziek. Deze was heel ziek. Ziek gedaan door Karel. En dat betekent dat Nederland momenteel 1-0 voor staat. Best of de vijf, dus wie als eerst bij de drie overwinningen is, die heeft gewonnen. Dus uh, het is natuurlijk nog niet zeker dat uh, Nederland echt heeft gewonnen. Maar Nederland ging wel heel lekker. Het eerste potje dik en dik gewonnen. Zoals Eend ook al had voorspeld, die had ook gezegd: die stuurde mij een berichtje dat, uh, dat Oekraïne ook behoorlijk goed was. Dus dat het geen uh, Dat het zeg maar. Dat hij dat wel dacht dat België in principe wel zou verliezen van Nederland. Maar uh, voor de Nederlanders. Ja, dit ging heel goed voor de Belgen. Ja, jammer, 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 jammer. <laughs> Ik denk dat het niet meer goed gaat komen. Ik denk het niet, maar we gaan erachter komen. Dit was de eerste game. Ondertussen wordt de, de tweede game wordt voorbereid. En die gaan we zo meteen zien. Ik zie net een berichtje dat uh, round 2 nu live is. En dan duurt het altijd 1 of 2 minuutjes. En dan gaat hij ook live op mijn stream. loopt ietsjes achter, maar uh, die krijgen jullie dan zo meteen te zien. Maar 1-0 momenteel voor Nederland. Best of 5. Het gaat goed. Het gaat goed. Trouwens, we hebben bijna 6000 likes. Dus het zou mooi zijn als we dat ook nog even kunnen halen, de 6000 likes. Zou so nice zijn. Alle Belgen zijn nu boos. <laughs> ja, sorry. Weet je, ik ben natuurlijk wel een beetje voor België. Nee, voor, Bel voor Nederland. <laughs> nee, ik mag België, maar op dit moment ben ik wel voor Nederland. <laughs> Oké, okay, maar de volgende ronde eens kijken of Wart, Milan en Peppe nu wel kunnen winnen. Een bad. Sugar, Karel en Fish hebben allemaal een thrower. Dus ze hebben allemaal gekozen om een thrower te zijn. Dat zou wel bizar zijn als ze dit nu gaan winnen. Ze nemen wel een enorm risico en Wart kan gewoon scoren. En dan staat het in één keer 1-0 voor de Belgen. Ik denk dat Nederland toch Sugar, Fish en Karel de Belgen misschien iets hebben onderschat... Want om allemaal een troon te kiezen, dat is wel een enorm risico. Dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn. Dus ik ben benieuwd of dit goed gaat komen. En misschien dat België nu gewoon nog een keertje gaat winnen. Dit is wel echt, echt bizar dat ze allemaal een troon hebben gekozen. Mr. Fish, die gaat denk ik nu niet scoren. Nee, inderdaad, die gaat nu ook dood. Dit is... Een enorm risico wat ze hebben genomen. Ik zelf dacht, had niet verwacht dat ze dit zouden doen. Ik had wel verwacht dat ze gewoon een goede komp zouden kiezen. Maar dit valt wel mee. <laughs> of dit valt eigenlijk een beetje tegen. Ze denken gewoon te makkelijk over de Belgen eigenlijk. Trouwens, ik zie dat we de 6000 likes hebben gehaald. Dus dat is uh, nice. Dank jullie wel daarvoor. Maar nu weer even focussen op de match. Maar alsnog, Nederland doet het wel goed. Milan die gaat die bijna dood. Die gaat nu denk ik dood. Ja inderdaad. Dus dan hebben we alleen nog Chili Peppen. Maar die kilt daar ook weer goed. In principe moet België dit wel kunnen winnen. En dan staat het gewoon weer 1-1, hè. Weet je, dan kan het inderdaad gewoon nog. Dus alle Belgen die net de stream hebben verlaten omdat ze boos waren dat België niet won. Kijk eens, België kan misschien nog wel winnen. Uh, maar dan moeten ze natuurlijk dit wel vast blijven houden. Dus ze staan momenteel 1-0 voor. En dat moeten ze dus vasthouden nog uh, één minuut lang. Iets minder dan een minuut lang. Maar dan wordt het natuurlijk nog wel lastig om dat ook vol te houden. Want Nederland zit nu weer volop te pushen. Daar kwam de super van Karel en hij killed Milan. En dan kunnen ze misschien nu scoren. Ik denk dat er nu gescoord gaat worden. Want Sugar kan die bal inderdaad pakken en dan wordt er gescoord. Oké, okay. dat is de 1-1 voor Nederland. Dus. Oké, okay. dat is wel ziek dat Nederland dat überhaupt nog een 1-1 weet te maken. Aangezien het ze alleen maar trouwens zijn. Het is wel heel ziek gespeeld hoor. <laughs> dat is wel echt heel lijp. Maar ze kwamen zo snel op 1-0 achter dat ik dacht, nou, dit wordt nog vrij pittig. En Sugar, die schiet. Oh, ziek verdedigd door White. Dat was goed gedaan. Maar kan hij dit nog verdedigen? Want Karel gooit daar super. Hij gaat dood, maar Peppe kan nog verdedigen. Dan is het zometeen extra tijd. Dus dat zijn er geen muurtjes meer. En in principe is dat denk ik voordelig voor de Belgen. Want die kunnen dan wat makkelijker aanvallen. Karel gaat daar bijna dood. Bibi gaat dan weer naar aanval. En White heeft de bal nog. Maar Karel en Vis kunnen nog met z'n allen verdedigen. Dus ik denk dat ze Ward wel neerkrijgen. Maar die maakt ook nog een kill. Oh, dit is wel echt spannend. Dit is wel spannend. Dus in dat opzicht is het wel nice dat ze allemaal trouwens zijn. Maar België komt nu met z'n drieën. Tegen drie trouwens. In principe zou dit moeten kunnen. Als Milan die bal nu goed binnen schiet. Oh, bijna. Dat zou wel heel ziek zijn geweest. Karel die schiet die bal de hoek in. Gewoon als verdediging. Wat? En Milan die gaat nu dat schot wagen. Oh, dat is trouwens heel slim gedaan van Sugarsnot. Die maakt de goal gewoon kleiner. En Sugar die gaat nu dood. Karel die probeert die bal natuurlijk nog te verdedigen. En Chili Pepe die gaat nu een kill maken. En dan gaat België gewoon winnen. Ik denk dat Nederland te makkelijk dacht over deze game. Ik, da Ik denk dat Nederland dacht, ah oh, dit winnen we wel. Ook als we met drie trooïs gaan. Maar dat viel toch even tegen. België heeft gewonnen. En dat betekent dat er nu momenteel 1-1 staat. <laughs> Hoe toxic kunnen die Nederlanders zijn? Ja, je hebt er wel een beetje gelijk in. <laughs> ze hadden gedacht, dit winnen we makkelijk. We gaan ze gewoon even ownen met alleen maar troeis. Niet het geval, België heeft de ronde gewonnen. Dus dat betekent dat het gewoon weer 1-1 staat. Nou, het betekent dit natuurlijk niet dat België nu bam in één keer uit terug gaat komen. Want ik denk dat de volgende ronde als Nederland wel gewoon een goede kom gaat kiezen. Maar <laughs> ze deden we dit wel een beetje van, oh, dit winnen we wel makkelijk. En dat viel toch eventjes een beetje tegen. Maar we gaan zo meteen weer door naar ronde nummer 3. Het staat dus momenteel 1-1 tussen Nederland en België. Wat denken jullie? België gaat, gaat België nog winnen? Gaan ze nog die comeback maken? Want ik denk dat Nederland qua spelers net iets beter is. Ik denk dat België gewoon iets meer mazzel nodig heeft dan Nederland. Nederland heeft gewoon echt een paar hele goede spelers. Dus ik ben benieuwd. Maar in ieder geval vind ik het mooi om te zien dat alle Belgen nu ook weer blij zijn in de chat. Net waren alle Belgen boos, nu zijn alle Nederlanders boos. Ja. Het gaat gewoon heen en weer. Maar het staat 1-1, dus het gaat echt spannend worden, de laatste game. Maar dat gaan we zo meteen zien. Zo meteen gaat ronde nummer 3 beginnen. Ik zie dat in de chat is gezegd dat ronde 3 live is. Dus als het goed is, kan ronde 3 elk moment beginnen. En dan kunnen we daarna gaan kijken. Ik zie trouwens ook dat ik gewoon al meer dan twee uur live ben. Dit is mijn langste livestream ooit. Volgens mij normaal gesproken, mijn langste was eerst 1 uur en 50 minuten of zo. Dus zo ook weer eventjes een mijlpaaltje. Hoera. <laughs> hoera. Hoera, hoera. Oké, okay, maar hier gaan we dan. Game nummertje 3. Nederland tegen België. En uh, inderdaad, Nederland heeft nu wel weer gewoon een normaal team gekozen. Ze waren net inderdaad <laughs> gewoon een beetje voor een te, te slecht team gegaan. Uh, maar nu zijn ze uh, Colin en Rust, dat hebben ze beide trouwens. Jesse hebben ze ook beide. Uh, Nederland heeft dan vervolgens nog een Mortis erbij. En Wart is meneer P. Dus in plaats van uh, Mortis hebben ze hun meneer P. Dus gel in redelijk gelijke teams. Dus dit is gewoon puur een game qua skills. Alleen Sugar Snort is wel een enorm goede Mortis. In ieder geval, dat hebben we ervoor... Uh, voor een paar keer is hij dat volgens mij al geweest. Dat deed hij wel enorm goed, dus ik ben erg benieuwd. Maar tot nu toe doet België prima. Eh, geen één team heeft nu echt controle. Beide teams wachten een beetje af. Sugar die gaat er nu in en die kan nu kills maken. En dat is zo vreselijk overpowered aan uh, Mortus. Op het moment dat jij zeg maar met Mortus eenmaal je super hebt, kan je er gewoon vol in gaan. En als je dan je super goed neerzet, kan je gewoon zo'n hele team in één keer uitmoorden. En dat deed hij dus ook. In ieder geval twee van die teammates had hij in één keer gekilled. Dat is wel echt ziek, hoor. Als je goed met Mortus kan en je hebt zijn super, dan, dan is hij zo overpowered Um, Sugar die loopt daar nu een beetje vooraan. Ik denk dat hij nu weer eventjes weer het levens erbij gaat krijgen. Fish gaat daar nu in de aanval. En ik denk dat... Oh, ik dacht dat Milan misschien daar wel dood zou gaan. Gebeurt niet. Maar de Belgen kunnen nu misschien in de aanval. En misschien zelfs kunnen ze scoren. Net niet, Karel die gaat nu wel dood, maar die heeft ze super nog neergezet. En dan, dat zorgt ervoor dat de Belgen die bal niet zomaar kunnen pakken en die bal binnen kunnen lopen. De Belgen komen nog gewoon terug. Het wordt nog gewoon een spannende match. De eerste ronde zag er even naar uit dat Nederland makkelijk zou winnen. Maar de Belgen komen gewoon terug. En die staan gewoon momenteel 1-1. En in deze match ze nog gaan ze nog best wel prima. Nu zeg ik dat wel en nu op dit moment skilt Sugar net allemaal teammates. Karel die gaat nu dood. En Chuck kan deze bal net niet binnenlopen. Net op tijd wist de België ze nog te killen. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat ze die bal niet zomaar binnen konden lopen. Dus dat betekent dat België nu weer in de defense moet. Met nog 26 seconden te gaan. Het zijn wel echt hele spannende matches. Sjuggersnoord gaat weer in aanval. En nu gaat hij ze wel allemaal killen. En dat betekent dat Nederland deze bal wel gaat scoren. Inderdaad, oké. Okay. Met nog 16 seconden te gaan. Lijkt het me zwaar onmogelijk dat Nederland dit nog uit handen gaat geven. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Want België moet dan eigenlijk nu bam in één keer iedereen killen. En dan meteen zien te scoren. Maar ja, dat is eigenlijk vrijwel onmogelijk. En inderdaad gaat dat ook niet gebeuren. Oké, okay, het staat momenteel... 2-1 voor Nederland. Dus. Uh, België heeft nog een kans. Maar het wordt nu wel moeilijker. Want er worden nog maximaal 3 games gespeeld. Nee, er worden maximaal twee games gespeeld. Stel België wint de volgende game, dan is het de game die daarna gespeeld wordt. Die is de winnaar. Maar als Nederland de volgende game wint, heeft Nederland gewonnen. Dus uh, het wordt spannend. Het wordt spannend. Heb je de giveaway al gedaan? Ik heb natuurlijk een PSG-shirt die ik mag weggeven en skins. Uh, begin volgende week ergens maak ik de winnaars bekend. Ik mag uh, morgen, zeg maar, krijg ik de codes en zo. En dan kan ik het allemaal doorgeven. En dan uh, maak ik het allemaal bekend. Het is wel ziek nice, die... Uh, die shirts. Die maar, ja, die zijn echt ziek op. Sugar Snort, ziek op. Ja, hij was wel echt heel op. Mortis, als je daar goed mee kan spelen... Oh, dat is ook bizar. Weet je, ik zelf vind Mortis heel lastig spelen. Dus vind ik hem niet super goed. Maar als je er echt goed mee kan spelen. En eigenlijk is het gewoon puur je supergoed neerzetten. Want als je erin gaat en je zet je supergoed neer. Waardoor je bijvoorbeeld twee of drie tegenstanders hit. krijg je vet veel levens erbij. En kan je gewoon de hele tijd door aanvallen. Totdat het hele team dood is. Dus als een tegenstandersteam dicht bij elkaar loopt. is Mortis echt bizar goed. Boen! En boe! Zeg Lars. Nou ja. Dat kan je natuurlijk vinden. Ik zie trouwens nu een berichtje: um, round 4 wil start. Uh, of be live any second. Dus we kunnen uh, in de komende minuut waarschijnlijk ronde nummer 4 verwachten. En dat kan. Oh, nou kijk, hier is hij inderdaad. Dat kan inderdaad betekenen dat Nederland misschien nu al gaat winnen. Misschien als Nederland nu wint, dan, hebben ze, dan zijn ze door naar de finales. Zo simpel is het. Nederland wint deze game. Dan staan ze in de finales. Die komt dan morgen online. Dan ga ik morgen ook nog livestreamen. Dus wees er dan zeker weten bij. Dan ben ik echt benieuwd hoe Karel Sugar en Fish dan gaan spelen. Maar uh, ze moeten natuurlijk deze game nog wel winnen. Want stel België wint deze game. Dan ze, wordt hierna nog één game gespeeld. En wie die game wint, heeft deze ronde gewonnen. Karel doet dit goed. Die killt daar iedereen. En nu gaan ze wel scoren. Fish die kan die bal gewoon binnenlopen. Inderdaad. En dat betekent dat Nederland momenteel 1-0 voor staat. Dus België heeft nu een enorme comeback nodig. Om dit nog goed uh, te maken. Dan moeten ze nu in één keer heel goed kunnen pushen. Het zou natuurlijk kunnen, hè. Het zou kunnen. Maar Byron Sugar Snort, die doet dat wel echt enorm goed. Maar ondertussen gaat Fish de jump nemen. Die killt daar. En dan gaat nu Milan ook dood. Ja, inderdaad. Daar heeft België wel mazzel mee. Want nee, daar heeft Nederland mazzel mee. Want anders kon die misschien scoren. Uh, Bart gaat nu denk ik ook dood. Inderdaad, die gaat ook dood. Dus dat betekent dat het nu gewoon 2 tegen 3 is. Fish... Gaat nu gekillt worden. Maar Karel kan er langs rennen. En die gaat schieten. En die schiet net niet raak. Wart komt net levend. En kan die bal net voor de doellijn weghalen. Waardoor uiteindelijk White de goal voorkomt. En er ook voor voorkomt dat Nederland voorlopig in de finale staat. Maar eigenlijk Nederland staat Nederland er al met een halfbeen in. Want ze staan 1-0 voor. En ze moeten nu nog één keer scoren. En dan hebben ze het gehad. Maar als het zo blijft. Dan staan ze ook al in de finale. België moet met andere woorden scoren. Nu heeft België wel een redelijke push. Dus ze moeten nu proberen hier te scoren. Vart uh, probeert het met zijn super, had hij misschien beter niet kunnen doen, want nu is zijn super kwijt. En nu kan Karel in de counter. Vissi zet super in. Waar Karel die paas? Hij probeert met trickshot. Dat zou wel ziek zijn geweest als dat was gelukt. Karel gaat denk ik nu dood. Is inderdaad het geval. Maar dat betekent dat België weer helemaal opnieuw moet gaan pushen. Dus België moet vanuit achteren. Weer proberen een goal te maken en ik denk dat dat niet meer gaat lukken met nog 27 seconden te gaan en Nederland die gewoon heel goed speelt. Denk ik niet dat België hier nog doorheen gaat komen. Maar zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Het kan natuurlijk wel nog 17 seconden te gaan. Vis gaat daar dood. Karel heeft ook niet extreem veel levens meer. Ondertussen gaat hij gewoon dood en België scoort gewoon. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb niks gezegd. Ik, <laughs> ik dacht, dit gaan ze niet meer halen om nu nog te scoren. Ze hebben het wel gehad. Dat betekent uh, overtime. En dat betekent dat Nederland nu nog moet gaan scoren. Maar België staat er in één keer heel goed voor. En dat betekent dat België nu kan scoren. En dat doen ze ook. En dat betekent dat het 2-2 staat. No. No way. <laughs> Wat een comeback van België. Dat moet ik wel zeggen. Dikke shout-out naar de Belgen die dit hebben gespeeld. Echt een zieke comeback. Dat betekent dat het momenteel 2-2 staat. En dat betekent ook dat Nederland wel even gestraft wordt dat ze met drie trouwens gingen spelen. Want ze dachten dat ze het makkelijk zouden hebben. Maar dat valt toch even tegen. En nu staan ze in één keer 2-2. Dus de volgende game moet gewonnen worden door Nederland. Als ze dat niet doen, dan, staat, dan wordt het heel spannend wie doorgaat naar de finale. Maar dan heb je kans dat Nederland niet meer doorgaat naar de finale. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En de laatste vijfde ronde hebben we nog niet eerder gehad. We hebben nog geen vijfde ronde gehad in dit toernooi. Dit is de eerste vijfde ronde van, dit, uh, van deze pool. Wel, een andere pool zou je het wel hebben gehad. Maar van deze stream is het de eerste vijfde ronde. Ho, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. <laughs> echt, de hele chat gaat ook los, Van Niemand kan dit geloven. De, de, de Belgen zijn helemaal blij. De Nederlanders zijn helemaal boos. Wat, <laughs> dit was echt heel bizar. Deze had ik niet zien aankomen. Deze had ik... Ik dacht echt, Nederland heeft deze. Want het duurde nog maar... Weet ik veel. Het duurde nog 17 seconden of zo. En ze leefden allemaal nog. Ze hadden allemaal nog redelijk wat HP. En in één keer kwam België er toch door en kon scoren. Ik weet niet wat er gebeurde, maar op de een of andere manier... Um, Oké, okay, ik zie het trouwens. If België wint, Oekraïne is eerste. Als Nederland wint, is Nederland gekwalificeerd. Dus als België. België gaat niet meer door. Oké, okay, dit is voor de duidelijkheid. België kan niet meer doorgaan naar de finales. Dat heb ik nu te horen gekregen. Als België wint, is Oekraïne door naar de finale. En is Nederland en België niet door naar de finale. Maar als Nederland wint, zijn, is Nederland door naar de finale. Dus België speelt eigenlijk alleen nog maar om Nederland uit het toernooi te schoppen. Dat is de enige doel van de Belgen op dit moment. Dat is hoe het er nu voor staat. Dus België gaat niet door naar de volgende ronde. Waarschijnlijk qua goals staan ze er minder goed voor dan Oekraïne. Waarschijnlijk heeft Oekraïne een betere doelsaldo. Maar hier gaan we. Hier gaan we. Ronde nummer drie. Deze moet Nederland winnen. Karel die is uh, Jack, of nee, Jesse, Sugar Snot is Sandy en Mr. Fish is Rosa. Het is, een, het is bijna hetzelfde team, alleen uh, is Karel Jesse en is Bart uh, Max. Dus dat is het enige verschil. Op dit moment speelt Nederland goed. Ze hebben een goede controle en kunnen nu volop in de aanval. En dat betekent dat België meteen in de defense moet. En Fish zet super in en kan waarschijnlijk nu al scoren. En dat is de 1-0 voor Nederland. Oké, okay, dus nog één goal voor Nederland. En Nederland staat in de finale. En als België dus toch nog weet te winnen... Is Nederland niet door en is België niet door, maar is Oekraïne door. Maar tot nu toe ziet het er naar uit dat Nederland dit gaat winnen. En ze gaan ook best wel hard. Mr. Fish, die probeert daar nu, denk ik, al te scoren. Of gaat ze het al proberen? Ha, nee, ze scoren net niet. Fish, die wacht nog heel even met die bal pakken. Um, die kan ze super nu inzetten en die kan Milan dan vervolgens killen. En dat gebeurt net niet. Oh, jawel, net wel. Fish killt net wel Milan. Dat was een close call. Oké, okay, maar SugarSnot komt eraan, die zet ze super in... En dan kan uh, Nederland nu weer volop gaan pushen. Dat is altijd zo irritant om te spelen tegen een super van Ro. Nee, van Sandy. Uh, Milan deed dat slim. Maar Fish die kan nu misschien hier kills maken. Dat lukt. Uh, net niet. Maar Sugarsnot kan daar misschien nog iets. Oké, okay, nee. Ze gaan nu niet scoren. Ze gaan nu niet scoren. Ze moeten weer in de defense. Dat betekent dat België nu in de aanval kan. Oh, dit was echt veel spannender dan gedacht. Echt, beter verloop van het toernooi kan gewoon bijna niet. Gewoon. Nederland-België zelfde pool. Nederland-België in de laatste matches. En dan 2-2 en dan een laatste beslissende game. Um, maar ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Milan die gaat daar nu dood. Dus dat betekent dat België nu wel enorm moet uitkijken. Ward gaat ook dood. Sugar krijgt de bal en die kan nu scoren. En inderdaad, dit was het. Bel België verloren. Nederland door naar de finales. Nederland heeft het gehaald. Dikke shout-out naar Karel, Fish en Sugarsnort voor het halen. Ze zijn door naar de finale. Dus jammer voor alle Belgen. Maar de Belgen hadden ook niet meer naar de finale gekund zoals ik net al zei. Ze hadden er alleen maar voor kunnen zorgen dat Nederland uit de finale zou doen. Dat Nederland niet door zou gaan. Maar het is gelukt. Nederland door naar de finale. Leaderbord komt zo. Dus zometeen krijgen we nog een overzicht te zien met de scores. Hoe, hoe hoog Nederland uiteindelijk is geworden. Maar dat betekent dat ik morgen weer live ga... Morgen om 6 uur ga ik weer live. En gaan we de finales kijken. Dan ben ik super benieuwd. Of Nederland ook in de finales. Eventueel ver zou kunnen komen. Dat zou toch wel ziek zijn. <laughs> Oké, okay, ik zal even in de chat zeggen. Nice. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, top. Dat betekent dus dat Nederland door is naar de finale. Morgen meer daarover. Maar we gaan krijgen zo meteen nog even de scorebord te zien. Maar dit is wel echt ziek. Als dit geen duimpje omhoog is, waar het is, dan weet ik het ook niet meer. Maar hier, jullie zien de scorebord. Uh, dit is de scorebord. Zo is het geëindigd. Nederland, alle games gewonnen. De spannendste game was tegen België. Dus die, die was echt wel heel spannend. Ik wil ook even een dikke shout-out doen, trouwens, naar uh, de Belgen. Um, ik heb hun naam hier zo staan. Wacht, Milan, Peppe. Dikke shout-out naar jullie. Jullie hebben enorm goed gespeeld. Net verloren van Bel, van Nederland uiteindelijk. Maar wel echt ziek gespeeld. Echt dik respect naar jullie. En natuurlijk enorm veel respect naar Fish, Karel en Sugar Snort. Die hebben het gehaald. Dus die zijn morgen te zien in de finales. Morgen op mijn kanaal om 6 uur ben ik weer live. Maar dit is dus de eindstand. Nederland eerste. Ik ben erg benieuwd uh, welke landen nog meer door zijn. Dan ga ik zo meteen allemaal checken. Jullie kunnen het zelf ook allemaal checken. Uh, ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten. Er komt nu bovenaan in de beschrijving een linkje en daarin kan je zeg maar de scores zien van alle teams opslaan. Ik weet nog niet of alles er al op staat. Ja, de meeste staan er wel op. Ja, inderdaad, de meeste staan er al op. Maar daarin kan je zien, zeg maar, welke landen we hebben gewonnen. Uh, AC Milan Clash, dat is een e-sport team, dus die is door. Uh, je hebt nog Engeland, die ook sowieso door is. Maar in ieder geval, nog niet alles staat erop, maar het meeste wel. Maar daarin kan je zien welke landen allemaal doorgaan en welke door zijn gekomen. Maar uh, ik wil jullie allemaal super bedanken voor het kijken. Het was een nice livestream, bijna 2,5 uur live. Het duurde wat langer dan verwacht. Maar uh, morgen dus weer. En dan gaan we zien of Nederland gaat winnen. We gaan het morgen zien. Maar uh, dan was dit voor deze stream. Bedankt jullie voor het kijken. En dan, uh, tot morgen. Hè. En ik, natuurlijk komen er morgen ook gewoon video's online. Dus dat uh, sowieso. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie laten bazen.